Nelly, jij hebt de lijst met deelnemende ploegen van de Mid-Mid-Cup. Iedereen is benieuwd. Gaan ze allemaal overlopen of hoe gaan we het doen? We waren wel overdonderd over voor de aantal inschrijvingen die we hebben gehad. Meer dan 100. Het waren echt waanzinnig veel. Dus we 102. Hebben jammer genoeg 32 gelukkigen moeten kiezen. Ik zal er een paar op noemen. MWG. Zijn jullie al bezig? Ja. Oh, sorry. Het is gewoon verder. Vooral de ploeg. Ja, is dat opnemen? Ik ben de ploegen aan het overlopen van de allereerste Mid-Mid-Cup. Sorry. Zijn jij ingeschreven, Pedro? Nee, maar ik dacht dat jullie een klap gingen doen en van we zijn begonnen. Dat hebben we al gedaan ook. Ah, sorry, ja. Geen probleem. Dus MWG. MWG van Angel van Kurkdroog, misschien bekend. Coolcast. Real Madrid van? Ja, zware Real Madrid van. Coolcast Sport natuurlijk, onze conculega's. Wij zelf komen met een ploeg, waar onder andere Aster en Sam in zullen schitteren. Dus toch... Daar verwacht ik heel veel van. Dan de Witte Villa. Dat zijn nu zatte maten, denk ik. Topfavoriet. Topfavoriet. Voor de Zuidbeker en de Cup, denk ik. Oké. Okay, ik denk het wel. Hugo Zuipers zou blijkbaar ook een heel sterk ploegje zijn. Vrienden van Dame Foulon. Ah, voilà. Dus die gaan volgens mij heel goed zijn. En dan een of andere rare ploeg, de Jupaten. Jupaten. Robin Pront, wat zijn de Jupaten? Jupaten is een legendarische ploeg met een sportal van Hoofd. legendarische ja, Hoofd. Is in volgens mij 2006 opgericht door vrienden van mij. En ja, het is eigenlijk een revival, want het is een aantal jaren geleden opgedoekt. En we gaan nog eens één keer schitteren. Maar wat is de naam? Komt, ja, ik heb hem zelf niet bedacht, maar hij komt van het woord jupiler en mate. Dus, het is zo slecht als je zou denken dat het zou zijn. Hè? Ik dacht echt, laat het dan niet zijn. Ja, en, dat is dus al veel voorgekomen dat dan de scheidsrechter toen in de tijd dacht dat een Japanse naam was of zo. Die zei, jupate! Tegen... Maar dit is een jupate. En ook voor de trouwe mid-mid-luisteraar wil ik ook even zeggen dat deze dan eindelijk mijn droom werkelijkheid geworden. Sergio McDonald, die gaat eindelijk meedoen. Echt? Nou, wacht. Bij u in de ploeg? Wacht. Ik was erbij toen omdat beloofde. Dat was niet... Hoe? Heb je die daarna nog gehoord? Wat? Ja, nee, ja. Dat is ja, eigenlijk is dat exact hetzelfde gegaan zoals dat 10 jaar geleden is gegaan en niet is doorgegaan. Maar nu reken je erop dat hem wel meedoet. Dat is wel een zware versterking, zo, maat. Ja, absoluut. Alles maar dicht. Ik ben heel benieuwd of hem gaat komen. Ik zou hem toch nog eens een bericht sturen. Ja, ik vertrouw erop deze keer. Zijn we al bezig? We zijn al bezig. Ja. Waarom doe jij niet mee? Ik wist niet eens dat er iets was. Jawel. Nee, echt. Dus komt af wel. Indienen. Niet meer nu. Maar je kunt misschien wel meedoen met de Jupaten. Of Jupaté. Ah, nee, ik heb een ploeg, de Mamaten. Dat is Maas, Maat. Alleen dat is heel stom, zeg maar. Mag je niet meedoen? Mag dat nog? De Mamaten tegen de Jupaten. Keep it simple, boys. A battle of the rejects. Amai niet. Je mocht wel altijd afkomen, hè? Ik moet ineens aan de Robins en een DJ-naam denken. Wat was dat? Heel goed. Ja, mijn DJ naam was DJ Insecure, omdat ik altijd zeer onzeker was over de liedjes dat ik opzette en die na een minuut afzette. En dan heeft mijn vriendin mij omgedoopt tot DJ Insecure. Dat is toch een goede en dat sloeg wel aan, moet ik zeggen. En dan had ik ondertussen ook mijn andere maat en die was zo wat een MC'er, die dan de hele tijd eigenlijk moest excuseren dat ik dat op voorhand had afgezet, want dat was dan MC Full of Doubts. Ja. Gaat dat hier ooit nu over Barça gaan? Ja, het moet. Ja, maar we zijn nog niet bezig. Ik moet nog even wel zeggen. Iedereen is welkom om te komen. Ook degene die we niet geselecteerd hebben. Want je kunt wel meedoen voor de Zuidbeker als je niet toegelaten bent aan het toernooi. En er gaat gewoon een sfeer zijn. Applaudisseren. Groot scherm met de rode duivels op. En een fuif met misschien wel een nieuwe DJ. DJ Insecure. DJ Insecure komt af. Ik speel Full of Doubts. Ik ga misschien komen of misschien niet. Dan ga ik 8 keer in de club opzetten. En dan zo, ja, nee, sorry, ik heb dat al opgezet. Ik weet het, maar ja, dat werkt toch. En dan ja, dus, waar gaat dat er ongeveer aan toe. Oh, what the fuck. Hala Madrid, welkom bij de Barcelona special van Mid-Mid, de voetbalpodcast van Friends of Sports. Nog zeker tot het einde van het seizoen te bekijken op PlaySports. Vandaag niet één, maar twee gasten. Welkom Robin Pront en Pedro Elias. Pedro gaat gevraagd om P3 te zeggen vandaag. Ik sta er echt voor open, omdat ik ga met de deur in huis vallen. Ik denk dat P3 niet alleen de Golden Boys, maar een Golden Generation op zich. Oh, ik denk dat die kerel ons nog heel veel voetbalvreugde gaat geven.
En dat jullie er ook verliefd op gaan worden. Want je bent het al een beetje, Evert, maar ik voorspel grootse dingen voor hem. Ja, maar hij was al waanzinnig. Hè? Als je TK gezien hebt, dan weet je wat voor een goeie dat is. Ja, dus laten we mij... Allee, ik speel mee in die league, dus ik wil vanaf nu P3 aan. Ja. Wel heel goed, ik heb dat vandaag gezien. Het is exact 6 maanden geleden dat je er de vorige keer waart. Ook op de 16e. Ja, en er zijn wat voorspellingen gedaan 6 maanden geleden, hè, Sam? Amai. Ik heb ze hier opgeschreven. Jij sprak al over Xavi als trainer, terwijl Koeman er nog zat. Ja. Jij zei dat Dani Alves ging komen, terwijl er nog geen woord van te lezen was. Maar ik word emotioneel. En Laporta ging nog iets uit zijn hoed toveren, terwijl ze zo blut waren als iets. Ja. Het ging nooit gebeuren. Toch 3 zware voorspellingen die zijn uitgekomen. Ja, dank u. Terwijl volgens Wesley Sonck baseert jij je enkel maar op roddelblaadjes. Ja, Wesley Sonck snapt niet dat ik hier ben uitgenodigd, omdat ik geen voetbalkenner ben. Dus... ik snap niet dat Wesley Sonck ergens anders wordt uitgenodigd, maar dat is een ander verhaal. Maar ik vind het leuk dat voorspellingen uitkomen, maar in het geval van Dani Alves is dat niet moeilijk. Die houdt echt van... Dat is echt... Allee, ja, maar ja. Oprecht. Toen dat jij het zei... Nee, maar we hadden wel iemand nodig van zijn kaliber. En ik denk dat hem 34 is, maar het werkt nog, hè. 94. Nee, 44. Nee, 37. Maar ik zie hem nog altijd graag bezig. Okay. Maar dus niet in de Europa League. Nee. Waar zit je op dit moment mee bezig? Ik heb net een contract getekend. Ik ben dus hoofd van Spotify. En wij hebben net een stadion gekocht om de commercialisering volledig door te zetten. En ik vind het een goede cocktail tussen innovatie in muziek en voetbal. Bedankt daarvoor. Ja, dat is graag gedaan. 600 miljoen, hoeveel is het? Ja, 60 miljoen per jaar minstens. Ja. Dat is veel. Maar ik ben daar een beetje... Alleen, je vroeg wat ze eraan toe, maar ik ben aan het verwerken het feit dat alles een merknaam moet zijn naast... Een prachtig stadion dat snap ik, maar daar zullen we het zelfs nog uit. Ik bedoel, eigenlijk, je hebt er vandaag al een lange dag op zitten. Ja, ja. Ik wil even de mensen meegeven, moest je zelfs beginnen stotteren en hallucineren. Ja. Je bent heel moe, je hebt heel weinig gegeten. Ik sta heel dicht bij een paniekaanval, besefte ik 2 minuten geleden. Ik voelde mij heel warm worden en zo. Maar het is oké, zo. Ja? Dus deze morgen ben ik begonnen. Ik heb samen met Wesley een opname gedaan van de Container Cup. Komt heel binnenkort uit. Seizoen 3 is dat dan. Ja. En dat is heel vermoeiend, omdat Wesley, je moet in elke dag dat alfabet opnieuw aanleren. En de regels en de disciplines, monkey bars en zo. En hij vergeet dat altijd. Dus dat was een heel vermoeiend dag. En dan hebben we nog allerlei... Maar ik wil eigenlijk niet zagen over mij, ik wil met jullie over Barça spreken. Ah, wel, maar Robin, met wat zat jij allemaal bezig? Want die Zillion-film, die raakt precies maar niet af. Ja, Sam, dat is echt werk, zo'n film maken. En ja, dat vergt natuurlijk veel tijd en denkwerk. En... Was het naar Dis, naar mij of naar Pedro? Naar mij. Ja, ik denk het ook. En voilà. Maar ik zit in het proces en we halen alle deadlines. Maar het is wel intens, zo'n film maken, absoluut. Trouwens, even, Lars, als Robin praat, je moet daar niet naar kutten, want hij heeft mij ook uit zijn film geknipt. Zat jij in de Zillion? Ik heb daar een hele dag gaan figureren. Eerst stuurt hij mij al naar van achter omdat ik te groot ben voor zijn shot. Dat is bij mij ook. Uiteindelijk, ongetwijfeld. En uiteindelijk heeft hij mij er gewoon uitgeknipt. Ja, jij bedekte de camera elke keer met je lengte. Ik ging dan in de discotheek zijn, langs handjes, zoals je dat doet om de sfeer. Nee, zo, tepels. En dan zag je opeens zo'n bomstronk passeren die een hele beeld bedekte. Ja, wat moet je doen? Maar ik heb nog heel veel footage van u, Sam, waar je echt uit de bol bent aan het gaan. En ik zal u... Een zaal afvuren waar dat jij alleen kunt zien aan de zillion waar je er wel in zit. Met DJ Insecure. Ja. Hey, maar dat was wel overdag, zonder drank. Zeker. Dat is niet gemakkelijk. Gaat het een knappe film worden, Sam? Je hebt zicht. Ik denk het wel. Ik was wel onder de indruk van zijn leiderschapskwaliteiten. Ja, maar jij kunt toch niet inschatten of dat die beelden... Nee, niet. Ja, maar wat moeten we dan zeggen? Nee. Ik weet dat niet. Ja, ik ben hij erop, is eruit geknipt, hè? Ja, hij is dat is wel te goeie van de film. Voorlopig zit hij niet in de hij film. Hij ligt op de montagevloer, maar... Dat zo gaat dat, hè? Hij ligt op de montage, letterlijk. Ja. Zo gaat dat. Je moet dat allemaal zo serieus niet nemen, Sam. Dat is, ik wil gewoon op die site IMDb komen. Hè. Dat maar dat kan ik sowieso doen. Okay, dat was een doorbraak van mij. Maar jullie hebben sinds kort ook een eigen podcast... We zitten hier op Play Sports. Het is misschien het moment om... Die is al een belangrijk onderdeel van de podcast. Nee, dat is heel goed. Nee. Oeps en bakkes. Ja. De UFC-podcast. Ja, dat is eigenlijk een titel dat Robin heeft verzonnen. We zaten op café. Sam Kerkhoffs was daar ook bij. En een pintje aan het drinken, aan het genieten. En bleek dat wij nogal freaks, overdreven details aan het uitwisselen waren over...
vechters in de UFC. En dat was u opgevallen. En dan is het idee gekomen, maak er dan een podcast over. Dat was op zijn bakkes. En die podcast is, want dat hadden we nooit verwacht, maar blijkbaar is Mit aan het inhalen qua cijfers. En dat is, wij willen nu uit dat verhaal stappen, uit respect voor jullie. Maar, dus just say it. Alleen gewoon... Nee. Jij maakt dat mee, Sam. En ik maak dat mee, wij zijn heel blij dat we dat mogen maken, want dat is hobby, hè. Het goede was, Evert, die eerste aflevering, die had zo 11.000 kijkers en luisteraars. En bij de tweede, ja, iedereen kijkt natuurlijk, wat is dat? Dus bij de tweede pakt dat ze aan de helft zat en ze waren echt super hard in paniek. Wij zijn een one-hit-wonder. Zo waren we om de twee minuten naar de Sam. En als cijfers, hoeveel is? Zo 20 erbij. Ik stond echt op het punt om zo voor het eerst in mijn leven een grens te overschrijden en zo op de YouTube-comments van, wat scheelt er? Wat hebben we fout? Waar zijn jullie? Maar... Ik wou Stijn gewijs, mag ik dat zeggen? Ja. Zo allemaal keigoeie comments schrijven. Ja, ik heb dat gedaan. Ja. Mijn vriendin was Frigo. Die heeft gezegd, wauw, wat een toppodcast. Ik blijf kijken. Echt? Ja. Wauw. Ik heb daar ook een topvriendin. We zijn eerlijk, hè. En trouwens, Sam, zo, nu dat we toch wat air krijgen, in ons programma zit Andries Bekkers van de Welcome to the AA, ook bekend. Ja. Topper. Maar wij hebben ook een echte vechter, die dus weet wat hem zegt. En dat is Jan... Ik durf zijn naam nooit uit te spreken, omdat ik geen lappen wil krijgen. Jij kent hem, hè? Ik noem die gewoon de Q-bomb. Q-bomb, maar Kwai Hagens of zo. En dat is een raket van een man die nu naar Cage Warriors gaat en die zit bij ons. En daar mogen we fier op zijn als België. Absoluut. Want hij kan de nieuwe Conor McGregor worden. Hij heeft ook echt een hele stoere stem. Ja. Als je alleen maar luistert, weet je al sowieso wie de fighter is. En toch denk ik soms dat ik die een pak kan geven. Nee, echt onverwacht. In de slaap. Jij waart er juist aan het halen als een meisje toen als ik je deed verschieten met die toeter. Ja, Robin heeft met een toeter in mijn oor geblazen. Ik heb een oorontsteking. Dan mogen we toch verschieten van een toeter. Dat mag sowieso. Maar jullie gaan ook dit weekend naar Londen. Ja. Ja. Teambuilding van Oeps en Bakkers. Nee, we gaan naar een nieuwe herensauna. Dat wordt geopend. En ik heb thuis gezegd dat ik naar UFC ga. Nee, ik kan dit niet serieus aanbieden. Nee. Wij gaan samen met Alex Agnew, dat ook een UFC-fan is, Andries, Robin en ik, gaan we naar de O2 Arena. En ja, mijn hart begint te bonken. Niet zo hard als voor Barça, maar we gaan onder andere Paddy the Baddy aan het werk zien. Een opkomende, uw groot idool, hè? Reizende ster van de UFC. En ik heb het nog nooit meegemaakt in zo'n dome vol mannen naar mannen met minder kleren dat je zelf aan hebt te staren. Ja. Het is een vraag van Jelle. Barça tegen Real of Khabib tegen John Jones? En wat is de vraag? Nou, wat zou ik het liefste zien? Liefste zien. Ja, Barça-Real, dat gaan we snel zien. En Khabib, ja, nee. Ik vind het een moeilijke vraag. Maar... Oké, pas. Robin, dan doet jij maar. Khabib tegen John Jones is geen echt gevecht. Ik bedoel, dat kan Jones, niet of zo. Ja, leidt hier gewoon. Dit is dubbel zo groot. Pas op, Khabib is nu dubbel zo dik, hè. Dat is ook wel waar. Ja. Wat ik tof zou vinden, is Khabib in de spits bij Barça. Dat zou ik tof vinden. Maar John Jones, dat klinkt als een slagerzanger of zo. Ja, zeg het hem zelf. Die snijdt u, dat is echt de... Allee, dat is eigenlijk Hall of Fame UFC. Ah, ja. Oké. Okay. Ja. Allebei eigenlijk. Allebei. Ja. En ja. Khabib nog straffer, ongeslagen. En John Jones ook ongeslagen. Ja. We gaan niet veel over de UFC praten, maar John Jones is eigenlijk de LeBron James van de UFC. Okay. Maar, zo groot echt. Ja, maar John Jones is wel door USADA verslagen. Ja, dus John Jones heeft wel heel wat gerichtelijke problemen gehad. Maar... Ja. Oké. Okay. Evert, jij al gekeken naar Oeps en Bakkers? Ja, ik was wel fan. Ik ben daarna compilaties gaan bekijken van al die namen die ze genoemd hadden. En ik ben wel nu meer into de UFC. Ik heb dat dan ook. Wow, dat die grote wedstrijd die er vlak erna kwam van die Fransman tegen... Yves Ngannou tegen Cyril Gane. Zinho Gane verstond ik altijd. Die heb ik toen gezien. Dus het lokt meer fans naar dat vechten. Robin, voilà. Waarom lacht hij? Francis Ngannou. Ja, wat zeg ik? Cyril. Yves. Ja, maar wacht. Dat is een stand. Dat is zo'n body double. Omdat hij niet graag vecht, vraagt altijd zijn broer. Terug naar Yves. Hij gaat hier van zijn leven niet meer over Barça gaan. Jawel, zijn leven. Pedro, wat was uw vorige citytrip? Ah ja, prachtig. Dankbaar. Dank u aan Dries Mertens en Kat Kerkhoffs. Ik ben... Neemdropping hier, hè. Ah, mag dat? Ja, wel, ik heb een kaartje gekregen om naar Napels, Barça te gaan kijken. En waanzin. Dus één, de dag daarvoor ben ik de Maradona-muurschildering gaan bekijken. En ik ben echt beginnen huilen. Ik heb dat vaak in voetbaltempels of voetbalgerelateerde dingen. Maar waarom doe je zo stoer tegen die Jan als jij toch zo een emotioneel manneke bent? Ja...
maar je staat daar in Napels, dat is ook de Spaans kwartier. En als je wat verkeerd loopt, is het wat grimmig. En ik was verkeerd gelopen. Dus... En dan kom je daar op een plek waar dat echt Argentijnen op hun knieën zitten te huilen. Aan een soort mausoleum voor Maradona. En een echt appartementshoge muurschildering. Zo begon mijn Napelstrip. Dries heeft daar ook een muurschildering. Iets kleiner. Iets kleiner, maar we mogen er wel fier op zijn. En even voor de voetbalfans. Ik heb 3 taxis genomen in Napels. 3 taxis hadden een foto van Maradona en van Dries aan hun spiegel. Amai. Sorry, maar dan zijn ze echt wel... Dan heb je iets gedaan voor uw land en we mogen er fier op zijn. Voilà. Het is niet gelogen, hè? God in Napels. Het is echt... Ik heb het van... Allee, ik ken hem niet persoonlijk goed, maar ik heb het echt... Iedereen kent hem, iedereen. En hij gaat er heel, heel fijn mee om. En dan ben ik dus naar dat stadion gegaan, waar ik nog nooit was geweest. En ik ben weer beginnen huilen, maar van geluk... Om in die catacomb, dat is echt een soort arena, die geschiedenis, dat verweerde, dat is waanzin. Is en dan heb ik nog gehuild, omdat Barça de eerste helft Napels van de mat heeft getikt met het voetbal van de toekomst. Een soort verticaal tiki-taka. En dat is wat ik niet de uitvinder van, hè? Nee, zeker niet. Maar ik kreeg daar een opstoot van geluk in de toekomst, geloof. Het was prachtig. En is het dan moeilijk om daar voor Barcelona te supporteren? In het stadion van Napels? Nee, ik had verwittigd, want ik zat bij de spelersfamilieblok en ik had verwittigd. Maar wat heb ik gedaan? Bij elke goal heb ik in mijn sjaal gebeten, omdat ik niet durf brullen. Je had een Barça-sjaal aan? Nee, ik had zo'n gedeelde sjaal. Ken je dat? Ah, oké, okay, sjaal met beide ploegen op. Dat was mijn manier om mijn ploeg lelijk, toch? Dat is toch anti-voetbalsupporter. Ik vind dat heel lelijk, die sjaal. Ja, maar ik moest iets van Barça bij de hand hebben. Ja, het was een oplossing. Ik heb trouwens de spelersbus geaaid ook, van Barça. Ze zijn zo dicht geraakt, dat je beide spelers... Nee, maar die staan daar, die familietribune moet je daar langs. Oh, maar nadien ook heb ik de kans gehad om op de parking bij al die busjes al die spelers zien passeren. Oh, maar ik ben dan wel zo bescheiden of zo geïntimideerd. Ik hoef niet naar een speler te gaan en... Maar jij kunt die aanspreken. Je durft. Nee, maar dat maakt mij niet gelukkiger. Ik wil mooi voetbal zien. Dat is wat ik wil zien. En dat is wat we nu krijgen. Waanzin, waanzin. Ja. Okay. Gaan ze het halen nu? Want we zenden dit donderdag uit. Europa League? Ja, moeten nu... Galatasaray? Nog... Galatasaray, daar gaan ze wel sowieso 1 goal tegen maken. Ik wil dat niet winnen, Europa League. Maar, waarom niet? Omdat dat een symbool is van verval voor onze club. Ja, maar we hebben toch in 97 ook de tweede Cupwinners Cup gewonnen. Dat was toch mooi? Gaan we die fout nog eens maken? En daarna kwamen de goede jaren. Misschien is dit het begin weer in de Champions League te gaan winnen. Het is een boutade, maar het is wel een metafoor van een waanzinnige club die even wel in de shit zit. Ja, maar ik kan u wel zeggen, P3. Ja. Wauw. Als supporter van Manchester United de Europa League finale verliezen, het is nog veel pijnlijker. Ja, voilà. En je zegt, waanzinnige club, maar eigenlijk is Barcelona Europees gezien ook niet de grote veelwinnaar geweest of zo. Hè? Wij zijn verwend geweest door bepaalde generaties, maar daarnaast was Barça eigenlijk vaak de tweede beker. Ik ben al een 40-tal jaar fan en dat is vooral een club dat heel veel heeft verloren en miserie. Ja. En vaak werd er gezegd, successupporter, maar dat is niet. Voor Stoichkov zijn er nog dingen geweest dat altijd verliezen en altijd naar Real kijken om die te zien verliezen en die altijd zien winnen. Dus dat is heel juist. We hebben Maradona gehad en niks gewonnen. Ja, dus, voilà. Dus dat was zo een beetje Barça. Goede spelers, maar niks winnen. Voilà. Ja. Dus daarom vind ik dat je die Europa League, je moet die gewoon pakken, dat zij dan je stand verplicht. Je moet ze pakken om je te verzekeren van Champions, dat wel. En maar zo met een goede uitslag in de finale, zo'n memorabele match die blijft hangen. En kunnen we ze winnen? Oh, er is schiet voor mij niet zoveel meer over dat beter is. Ja. Om niet te zeggen niks. En is het ook niet zo voor Xavi? Dat hij zo binnen zoveel jaar kan zeggen, ik heb alle trofeeën gewonnen. Dit gaat misschien zijn enigste kans om de Europa League zijn. Misschien, ja. Dan is het wel cool om te zeggen, anders moet je zeggen, ik heb alles gewonnen behalve die in Europa League. Ja, wow, maar hij is daar niet mee bezig. Dat was Mourinho toch ook, die zo, toen hij binnenkwam bij Chelsea terug of zo, dat hem zo... Ik weet niet, hij heeft alles gewonnen. Over Benitez of zoiets, van dat hij de Europa League had gewonnen, dat dan een prijs voor losers was of zoiets. Dat bedoel ik. En daarna wint hij hem zelf. En dan is het keigoed. Ja, voor Xavi moet dit een begin zijn. Hè? Laat ons hopen dat hij daarna ook wel de echte Champions League wint. Hè? Allee, het zou raar zijn als ze hem alleen maar die Europa League kan binnen. Robin, wat is het grote verschil tussen Barcelona van Koeman en nu van Xavi? Koeman de trainer, neem ik dan al. Ja.
het is, de haaststijl is herkenbaarder terug voor mij. Ja, je ziet echt terug. Ay, maar ja, vooral, en laten we dat absoluut niet vergeten, Xavi heeft gewoon een veel beter ploeg als Koeman ondertussen. Hè. Dus, ay, dat is voor mij... Nu wel. Nu. Ja, dat wil ik wel even zeggen. Ay, Barca speelt supergoed nu. Ay, ik ben heel blij met wat je ziet. Maar ja, hij heeft er de spelers ook wel veel voor. Ay, Koeman doet nu heel veel interviews in Nederland terug. Te veel, denk ik. Hij is boos, hè? Ja, je merkt al heel veel frustratie bij hem ook. Beetje bizar soms. Ik schaam mij echt. Ja, gezegd. Ik schaam mij hoe wij de held van Wembley hebben vernederd. Die heeft op een moeilijke moment heeft hem de ballen gehad om ons te komen helpen. De ballen. Hij was maar al te graag daarom zijn tekening. Hij was supergoed bezig met Oranje, hè? Ja, wel. Voilà. Hij heeft een EK laten schieten. Hij heeft het uit liefde gedaan voor de club. Dat is niet waar. Koeman is altijd een gast geweest. Als een trein komt, springt hij erop. Ja, maar nu is hij eronder beland. Ja, maar hij belandt er altijd onder. Nee, maar bijvoorbeeld, Luc de Jong. Wij whatsappen heel veel tijdens de match. Schande dat hij Luc de Jong in huis haalt. Ah, ik dacht dat je Luc de Jong bedoelde. Robin, sorry. Nu is Luc de Jong de cultspits onder Xavi. Ja, omdat hij hem niet meer moet meedoen. Laporta heeft tegen hem gelogen en hij heeft dat onlangs gezegd in de interviews. Laporta tegen Koeman. Xavi komt niet. Xavi komt niet, heeft geen ervaring. Xavi ging al heel de tijd komen. Sowieso. Dus ik vind, hij heeft het niet super gedaan, maar je moet je helden... Allee, onlangs nog, naar een andere ding, heeft Luis Suarez gepost, en dat is ook zijn hashtag, football has no memory. Hè, mensen vergeten, ik bezondig mij er ook aan, maar mensen vergeten soms, sorry, voor mij, dat is de held van Wembley, daar moet je respectvol mee omgaan. Maar de held van Wembley bedoelt je, daar heeft hij de goal gemaakt in de Champions League finale. Ja. Maar ja, die gasten dat die Koeman belaagde, dat waren... Snotneuzen van een 15, 16 jaar, die weten dat allemaal niet. Hij blijft nooit. Als speler gaat iedereen voor eeuwig en altijd heel veel respect hebben voor hem. Maar als coach heeft hij toch gewoon niet goed gedaan. Maar wat kon hem doen? Messi bolle taf. Ja, hij moest daar maar mee omgaan. Dat is volgens mij de meest ondankbare taak in het voetbal. Ja. Als je opgegroeid bent met Messi, heel vroeg, die gaat opeens weg. Met Messi en die is weg. Ja, maar waarom stapte hem er dan in? Maar hij is ingestapt met Messi. Met Messi, als je instapt in dat verhaal, maar Barça zat in transitie, dat wist hij, moet achteraf. Ja, maar Messi is toch pas in de zomer. Ja, maar je gelooft toch altijd dat jij degene gaat zijn dat die transitie... Wat moet je anders doen? Ja, nee, ik ben te slecht als trainer, ik kan dat niet doen. Nee, je denkt van, dit is niet het moment voor FC Barcelona. Ja, maar hij heeft al eens gezegd, hè, met Oranje. Hij wil absoluut nu erin stappen. Ik ben blij hoe dat nu loopt, maar weet ook, er was €0 voor hem. Iedereen lag in de lappenmand. Die had echt een ziekenhuisvleugel. Geen Messi, miserie, de fans razend. En €0 om te spenderen. En nu ziet die mens dat er plots 600 miljoen euro hier wordt geleend. We hebben een nieuwe sponsor. Dus dat steekt zijn ogen uit. Gaat hem laten zitten dan? Nee, ik vond dat een slechte. Maar dat is het klopt toch? De theorie misschien niet dat ze deze zomer Koeman wil gehouden hebben, omdat ze voelden, oké, Messi gaat vertrekken, blah, blah, en dat het nu maar een paar maanden heel slecht gaat. We hebben een boeman. En dan mag Xavi overnemen, terwijl het vanaf dan... Dat is wat Koeman zelf denkt. Kan dat niet kloppen, denk je? Dat klopt. Maar weet je nog dat ze Koeman een hartaanval had gehad of zo? En dat Laporta dat nu zegt, doelbewust... Die moest Koeman gewoon. Vertel de verhaal eens. Ja, Koeman was uit hartkloppingen of een hartaanval gehad. Heeft dat gelekt in de pers om hem zwakker te maken. Ja, inderdaad. Als die man is niet meer geschikt voor die positie. Ja. Dat is gewoon een tussenpauze in een moment van verval, zodat je daarna tabula rasa en Xavi bouwt op. Maar we zijn nu heel hard... Allee, mijn schuld, maar Koeman aan het verdedigen. Ik ben vooral blij dat Laporta zo'n smeerlap is, omdat zo kennen we hem. Hij is begonnen bij Elefant Blauw. En hij dat verhaal hebben hard. We gedaan. Dat is een gehaaide advocaat met een clubje jonge advocaten. Heeft hem Barça gemoderniseerd. En hij had ook heel goede contacten via zijn broer bij Nike Brazilië. We hebben Neymar binnengehaald. Dus hij is... Ik geloof heel hard, met hem als voorzitter, gaan wij terug naar de top. Is dat een schone mens? Verre van. Maar en is dat niet wat Barcelona net altijd wil zijn? Klassevol. De mooie... Ik denk dat meerdere ploegen klassevol willen zijn. Absoluut. Maar Real Madrid hangt er in de hele geschiedenis wel vaker een reukje van hulp gekregen te hebben en dat soort dingen. En dan Barcelona zich toch tegen distancieren. Maar dat is voorbij. Die periode, heel het gedoe van Meskin Club en zo, dat is echt definitief. Maar daar wil hij wel echt terug naartoe, hè? Laporta, hij wil dat echt, hè? Die banden verbreken met Qatar en zo. FC Qatar-imago echt weggooien. Even daar Qatar heel hard de banden op, breken, dat heeft ervoor gezorgd dat ze in Parijs boos zijn geworden. En ze hebben Neymar gepikt, 222 miljoen ineens. En Messi zit daar ook. Dus dat is een soort boete dat we hebben. Maar ik vind, laten we vooral een deftige sponsor pakken. En dan is Spotify
te rechtvaardigen. Alleen, waarom moet hij een arena nu een naam dragen van een merk? Ik snap dat niet. Maar geld, ja, omdat dat de waarde is. Hè? Ja, geld, nee, zet het op truitje. Ja. En die, voor dat bedragen, die willen altijd maar iets unieks. Ja, maar ze willen zelfs uniek bij Barca, oefentruitjes en zo. Hè? Alles ze. Dus en, alles voor Spotify. Ja, alles. En Barcelona was ook de allereerste club die een sponsor had aan de binnenkant van het shirt. Hè? Ja, en dat is omdat als je scoort, trokken voetballers soms alles een trui over benut, hun alles. Hoofd en dan hadden nog sponsoring. Ja. Dat is toch maar nog heel snel over onze sponsor. Dat was die kerel, Eik heet hij of zo. Eik. Die is eigenlijk Gunners fan. Die heeft Arsenal willen kopen, dat is mislukt. Ja, en nu zit hij bij ons, voelt ook niet lekker. Ja, maar eigenlijk terug naar dat Meske en Klopp verhaal. Allee, dit is toch 100.000 keer beter dan weer Qatar Airways of Fly Emirates of wat dan ook. Ik vond UNICEF het beste. Ja. Het is allemaal groot geld, hoor. Ik denk dat er alle artiesten die iets zeggen zitten door Spotify en niks. Ja. Het vooral is iets zeggen, hoor. Ja. Maar hoe staan ze er financieel nu voor? Slecht heb ik gelezen gisteren, maar Evert, jij weet dat waarschijnlijk beter. Slecht, maar wat dat wij lazen was dat er onmogelijk nog transfers kunnen gebeuren. En in januari haalt je voor 55 miljoen Torres. En ze gaan nog een dikke vis binnenhalen. Is dit weer een primeur? Uit de wie wordt het? Ja, nee. Niet João Felix. Ik denk, ja, João Felix staat op de wishlist. Hè? Ja. Ik ga het nog niet zeggen. Oké. Okay. We zullen de mensen meenemen naar het einde. En dan, maar ik heb... Ze waren de allereerste... Inside info en... Ah, inside info, ja. Inside maar dan moet het nu smijten. Hè? Nee, we doen dat op het einde. Een cliffhanger. Tegen dan weet ik wie dat ik ga zeggen. Oké, okay, zeg maar. Over, over waarom dat er toch nog transfers kunnen gebeuren en plots weer meer kan. We waren de allereerste club die over het miljard ging qua omzet. Wat toen mega was. Barca zat in een hoose. En dan en sportief minder, maar toch ook corona heeft bij Barca er dubbel zo hard ingehakt, omdat dat stadion en die matchbeleving en alles wat daar rondhangt, musea en zo, bij Barca echt wel heel belangrijk is. Wij hangen, ja, wij hebben geen suikeroom die vanuit voilà. Een of andere oliestaat geld er blijft inpompen. Dus dat wij dan op een recordverlies kwamen, is eigenlijk niet zo raar. En dat dat zich nu stilletjes aan gaat herstellen, daar geloof ik wel in. Natuurlijk moet er ook maar je hebt wel nog sportief nooit goed beleid schulden gevoerd zitten af te betalen. De schuldenberg wordt alleen maar groter. Hè? Dat is, en we hebben enkele jaren wel iets afgebouwd. Niet veel. Zeer minimaal. Dan. Maar even tegen de Messi-factor wel vergeten. Dat heeft ons financieel ook geen... Allee, truitjes verkopen de wel. Merkwaarde Barca is... Waardoor banken zijn blijven lenen. Omdat natuurlijk. De club eigenlijk... natuurlijk. Ja, en dat is wat La Liga nu problemen waard. Heeft. Messi is weg en Ronaldo ook. En maar, wie zijn de nieuwe attractieve spelers om naar die Liga te gaan blijven kijken? Dat is een groot probleem voor ons allemaal. Dus ik denk dat de Liga nu dood is. Ja. Op dit moment. Daar ben ik het mee eens. Ja. En ze hebben... Maar qua grote naam, want ik heb het gevoel, qua kwaliteit van het spel en qua voetbal, ça va. En in januari hebben maar ze... Maar qua grote namen en sterren maar niet zo. Ik heb zo, een maar... vraag voor jullie, want eerlijk, ik heb dat al eens gezegd. Ik ken niet zoveel van voetbal. Ik hou van voetbal en van de verhalen rond, maar ik heb geen spelinzicht. Barça speelde tegen Osasuna en veegde die van de mat. Wesley zegt, ja, maar dat is Osasuna. Waarop ik zeg, Osasuna wint met 5 bros van Anderlecht. Is dat waar of niet? Nee. Wesley beweert van niet. Maar hoe moeten dat niet, inschatten? Ze winnen van Anderlecht. Nee? Nee, dat denk ik niet. Van de 10 matchen winnen ze er 7. Nee. Ja. 3. In de Sam. Ja, nee, Anderlecht is toch... Nee, technisch-tactisch niveau van La Liga wordt dan toch nog altijd onderschat in België, denk ik. Dat bedoel ik, zijn wij niet veel sneller en tactischer en... Ik denk dat dat een pletwals is, Osasuna. In België. Het goede voorbeeld is toch ook Cristiano Ronaldo. Hoeveel hat-tricks heeft hij in La Liga gemaakt? Er zijn toch echt gewoon slechte ploegen. Het was nog maar zijn tweede hat-trick in de Premier League. Ik had vroeger zoveel grootheidswaanzin dat ik dacht, mijn hoogdagen, dat ik in de spits bij Barça wel 3 of 4 golen zou maken. Ja, dat denk elke ik match ook. Spelen. Maar dat kan als... Ja, is het geloof ik. Ja, maar niet penalties, hè, maar ik denk wel dat je genoeg in stelling zou komen. Natuurlijk, als ze dat willen, leggen ze hem voor je neus. Hè? Ja, maar ja, ik heb wel een heel slechte conditie. Ik zou waarschijnlijk niet daar staan. Maar... En jij paft ook op het veld. maar jij, het gaat naar Robin gevoetbald. Die allemaal met de bal naar hem komt, die doet ook niks meer. Die shot gewoon. Ik vond hem echt snel. Een tijdje in het park met de Van Looy en Co. Jawel, jawel. Jawel, maar ja, toen was ik nog goed. Hè. Ik ben niet meer goed. Hè. Toen was ik nog goed. Nee, ja, ik zei alleen dat het een vriend is. Maar dat viel mij op. Dat hij eigenlijk best wel snel vertrok. Ja, ik zie hem niet lopen. Hij krijgt de bal en hij shot naar goal. Hij heeft een heel goed shot. 10 jaar geleden. Ziek veel startsnelheid vroeger. Dat is allemaal weg. Dat is opeens weg. Dat is echt triestig.
dingen, hè? KFC. Hè? Maar we hebben bij Barcelona toch Maxi Lopez en zo gehad. Die kon er ook niet veel van. Ja, dat vond ik wel. Dat is wel een graven, hè? Nee. Ja. Oké, even terug. Ja. Terug serieuzer. wat doet Xavi allemaal goed? Alles. Evert, misschien moet jij... Evert. Hij maakt de juiste spelers belangrijk, denk ik. Ik denk dat al punt 1 is. Hij heeft heel snel keuzes gemaakt die Koeman niet durfde maken, denk ik. En hij zet heel hard in op toch die jonge gasten. En dat klinkt heel cliché, want dat is nu makkelijk om te zeggen, maar hij heeft wel Gavi, Nico, hij heeft al die mannen wel belangrijk gemaakt. En dan Koeman twijfelde. Koeman bleef twijfelen. Zijn ze er wel klaar voor dit en dat? En Xavi zegt, jullie zijn er klaar voor. Hij geeft ze vertrouwen. En toevallig loopt dat ook heel goed. Ligt dat aan het talent van die gasten of is dat nu even geluk dat die boven hun niveau presteren? Dat gaat de toekomst moeten uitwijzen, maar dat doet Xavi heel goed. En ze gaan sneller naar de goal. Toch? Ze zijn aanvallend. Ja, ze gaan veel sneller richting de goal. Wat dat raar is, want Koeman zou Xavi zou denken dat hij meer een passing game speelt, maar het is eigenlijk niet. Xavi gaat veel sneller richting de goal. Onder Koeman hebben we een aanvallend dieptepunt beleefd in de clubgeschiedenis. Dat was veel breien zonder kans. Weinig goals. Ja. Heel, dat was een drama. Richting goal. En dat, ik vind, Barça moet aanvallend zijn, maar wij hebben nu ook wel een weelde in aanval. Allee, wij gaan echt van de shit naar de top, hè. Maar sorry, Ferran Torres, wacht maar. Als hij geroteerd is. Aubameyang, direct geen aanpassing nodig. Nee, maar we gaan nu niet zeggen dat dat wereldtop is. Hè? Dat is net daaronder. Nee, maar hij balt ze wel binnen. Huh? En Traoré is ook niet wereldtop. Nee, maar Dombele is ook wel aan het opladen, maar dat is een ander hoofdstuk. Wij hadden daarvoor niemand... Ja, wij hadden Luc de Jong. En Braithwaite. En Braithwaite, come on. Braithwaite is gewoon immobilie. Maar niet in shotten. De rijkste uit de selectie. Hè? Ja. Ja, zot. Echt, hè? Maar blijkbaar wel echt heel goed in Immobile. Ja, die heeft niet de helft van New York is van, hè. Ik vind dat wel zot. Kan toch niet. Maar is dit Barcelona dan nog het echte Barcelona? Of is het het nieuwe Barcelona? Voor mij is dit het nieuwe, maar een echt Barça. En ik geloof... Xavi was de architect van de vorige generatie. We vergeten dat soms. Hij heeft geen gouden bal gekregen door Messi en Iniesta. Allee, maar ja... Ik denk echt, we hebben Nico, Gavi, Pedro, echt jonge kerels die al heel goed op elkaar zijn ingespeeld. En daarom denk ik, dit seizoen is om weg te pissen, om automatisme te creëren. Volgend seizoen is het voor alle titels. Allemaal? Ja. Dat vind ik wel zwaar. Het WK darts ook, hè. Ik heb voor het eerst... Want ik moet eerlijk zeggen, na heel die story met Messi en alles wat er is gebeurd... Hey, ik zit het zelfs niet meer op en ik was een beetje zo... Ik dacht, ik ben al fan van de Antwerp. Ik zie al... als ik naar Barça zie, dan wil ik wel echt voetbal van dat niveau zien. En niet gewoon zo aanmodderen en zo. Dus, maar nu de laatste matchen, ja, ik kijk toch terug. Zo Osasuna en alles. En ik ben echt... ik ga er terug voor zitten. Het is herkenbaar. En ook fan, die jonge gasten allemaal zo zien bezig zijn. Weet je, als je zegt het echte Barça, ja, deze is meer dan ooit het echte Barça. Echt, hè? En wij werden niet meer gevreesd. En dat vond ik het ergste... Nu, dat zijn jonkies en die hebben zelfvertrouwen en dat spat eraf. Ik denk niet dat er nu ploegen zijn. Real, ik denk niet dat Real nu denkt, die gaan we eens van de mat vegen. Het zotte, nee, dat niet, maar ik denk wel dat ze denken, we gaan ze wel pakken. Het zotte nu is, ik kijk dan vooral naar Pedri en Gavi, omdat ik denk dat die twee echt zo ver bovenuit steken dat die echt tot de wereld op behoren. Die maar, staan... Ja, Pedri, kunt je toch niet meer aan twijfelen? Maar Gavi ook niet. We zijn nog echt jong, hè. Ja, maar Pedri heeft al dat EK en al die... Pedri, die heeft al veel op heel hoog niveau. Gavi zijn Iniesta-beweging gezien. Ah, wel. Topmensen. Maar die zijn dus nu eigenlijk beter dan Xavi en Iniesta. Op dat moment... Voilà. Al nog maar waar op 3-24 en zijn ze er maar 17 en 19. Gerodeerder. Zot, hè. Ja, echt waar. Dus. Ja. Maar dat is sowieso ook wel... Dit is zo mooi. We gaan wel een warning bij de aflevering moeten zetten. Van, dit is een droomwereld. We hebben betere spelers dan Xavi in die stad. Wij hebben een depressie achter de rug, Sam. Robin en tegen ik... United en andere Als Messi wegging, een beetje depressief. Die berichten waren zwart. Niet dat ik hier wilde verdwijnen of zo, maar ik was... Echt kapot van en jij ook, hè? Ik was er echt niet goed van. Dat was echt precies dat mijn, dat mijn jeugd voorbij was en al. En dat hij zo alles... ik ben opgegroeid met Messi en om die dan op zo'n manier zien weg te gaan, zo blijtend in het voor blijtend en de volgende dag met je kinderen in een PSG-pak. En daarin zijn wij anders. Robin is... Heeft meer een voetbalgeheugen. Als ik jullie een vraag stel. Ja. Hij wil deze zo PSG zijn beu. En zegt, kijk, je mocht vertrekken. Ja. En hij wil voor symbolische euro komen shotten. Pakken jullie hem terug of niet? Nee. Ja. Oké.
P3 mag eerst. Oké, okay, nee, voetbaltechnisch. Het moet gedaan zijn om een ploeg rond hem te bouwen, want hij is niet meer de Messi van toen. Ja, uit respect, uiteraard. Hij stond in mijn trouwkostuum. Die heeft ons zoveel vreugde bezorgd. Maar jullie zijn de voetbalkenners. Dat is toch niet, met de weelde dat we nu hebben en de jonkies, moeten die dan allemaal in functie van Messi gaan spelen? Dan is hem weer weg en dan staan we daar. Maar ik heb bij Messi nooit het gevoel gehad dat hij zei, je moet hier in functie van mij gaan spelen. Maar, nee, ik had al, die was gefrustreerd dat er geen beter spelers in FNM liepen op het einde. Ik denk dat hij niet liever zou in een ploeg zitten waar dat hem... Maar ja, hij is dadelijk ongelukkig in Paris Saint-Germain nu. Dus maar Laporta, en ik denk dat ik hou niet van conspiracy theories, maar Laporta heeft dat bekokstoofd. Dat hem zou vertrekken. Ja, ja, daar geloof ik ook in. Ik ben daar zeker van. Maar heeft hem en heeft niet alleen financieel, maar ook sporttechnisch. Wist je, we moeten een manier vinden om deze legende weg te krijgen zonder dat het aan ons gat plakt. Ja. En zo is het gegaan. Maar is het ook niet geanceneerd dat het zijn schuld is? Dat is ook niet zijn schuld. Maar dat... Ja. Jullie verwijten het hem toch? Nee, ja, nee. Jij verwijt tranen en de dag nadien. Tranen, die snap ik. Hij heeft alles te danken aan die club. Hij heeft een stuk van de Sagrada Familia op zijn kuit getat. Allee, hij houdt van Barça. Zijn kinderen zijn ook echt Barcelona. Zijn kinderen zijn Catalanen. Ja, voilà. Maar de dag daarna met uw gezin in een PSG-truitje, en ik heb het gewoon niet voor PSG, om tal van redenen, dat kun je vermijden, want wij zijn er nog. Het is niet dat wij... En dat deed gewoon heel veel pijn. Ik heb dat met Neymar al meegemaakt en we hebben dat samen meegemaakt. Dat Messi in dat truitje, dat is uw vrouw dat u bedriegt, maal 8 miljard. En je moet erop zien. En je moet erop dat zien. Is het, ja. En ze heeft plezier. Dat is vuil, ze. Ze heeft geen plezier. Nee, maar het pijn. Ja, ik kan er weer. Ik heb het gevoel dat Messi een beetje depressief is. Ja. Dat echt, ja, echt niet gelukkig is. Nee, hij heeft wel... met alles. Maar dat is gewoon heel duidelijk. Dat, hey, voor mij, die zijn kinderen zijn daar sowieso echt niet gelukkig, voilà, in Parijs. Zijn vrouw ook niet. Geen strand. Nee, sorry, die maar niet. Er, die zit er waarschijnlijk ergens in een huurvilla van naast, in zo'n Parijse buitenwijk. Ja. Die gaan naar een school, internationale school. Die is een grauw Parijs. En dat was perfect te voorspellen. Als er nu één iemand een beetje introvert, honkvast is, voilà, nood dat aan de vaste ritme, dan was het toch wel Messi. Ik snap niet dat die entourage hem zo slecht begeleidt daarin. Nee, maar zie je, nu blijft hij toch steken op hem en zijn entourage. Ik geloof... Terwijl, je maakt mij niet wijs, als je 6 maanden later voor 55 miljoen in bij Manchester City kunt gaan halen, dat je hem niet dat minimumloon had kunnen geven wat ze zo gezegd niet konden. Ja, maar wacht. Dat klopt toch niet? Ja. Nee, Coutinho wilde niet weggaan. Hè? Dembélé ook niet. Coutinho is nu weg, dus de massa salariaal is gezakt. Ja, maar je hebt wel 55 vast, miljoen, hè? Die je nergens zei. Ja, ja, nee, maar daarom dat ik denk dat Laporta een plannetje er had. Er sowieso vanaf wou. Sowieso. Ik denk dat we dat ondertussen wel kunnen zeggen, ja? Dat Barça er sowieso vanaf wou. Voilà, dus moeten we misschien stoppen met het op de entourage en op Messi te steken. En dat niet? Was... Ja. Maar het moest eigenlijk sowieso gebeuren. Het was eigenlijk, ik zeg het niet graag, maar het was tijd om afscheid te nemen. Die doorstart, ze wisten dat er ging komen en dat was zo, beating a dead horse, zoals hij snapte. Je wist eigenlijk van, met Messi gaan we de Champions League niet meer winnen. Dat gaat niet meer gebeuren. Dus hoe dat gebeurd is, doet mij nog altijd pijn, maar het moest wel gebeuren. We zijn nu, die hel, ik dacht dat die veel langer ging duren. Ja, ik ook. Ik dacht dat wij nog 2-3 jaar in zo'n soort moeras gingen zitten. Maar jullie zijn nu wel al heel optimistisch. Jij spreekt van een Champions League. Die zal ook niet gewonnen hebben. We zijn er nog niet. Hè? Ik hoop er wel echt op dat iemand als Haaland gaat komen. Maar ik denk dat de kans niet super groot is. Maar als we... We gaan voor de top. Ja, maar we hebben zo een transfer als Ronaldinho nodig of zo. Dat denk ik wel. Zo iemand dat erbij komt en die ploeg... Maar Laporta kan blijkbaar toveren met geld. Hè? Maar wat is de missing link in die elftal? Voor mij geen aanvaller, toch? Verdediging. Nee, maar wat dan wel? Een hele goede verdediger. Ja, toch een leider achterin. Piqué. Een betere. Ah, ja. Je hebt toch een... Bij Barça moet er toch altijd echt een artiest van voor rondlopen. Pedri? Pedri wordt mijn centrale speler, denk ik. Maar die gaat wel niet zoveel golen maken. Nee, die scoort toch wel. Ik volg Robin wel dat je een mascotte moet hebben. Je hebt toch iemand nodig die op het onverwachte moment die een bal opeens in de kruis ging. Jij wil een van de 5 beste aanvallers ter wereld moet bij Barça spelen. Ja, en Luc de Jong hebben we, maar ik zou er nog één op nog heel even inpikken op alles wat Xabi goed doet, ja. Maar leg eens uit waarom Ricky Puig niet aan de bak komt. Dat was een volgende vraag. Heel goede vraag. Ja. Nee, hij is erop gezet, laatste match, na 2 minuten... Prachtgoal, trappen, rebound en hij is sneller dan de 4 andere speelsers rond. En hij was, hoe lang had het geleden zijn? Een jaar geleden, 2 jaar geleden, toen hij net doorkwam,
was hij de P3. Ja, ja. Hij ging het zijn. Hè? Wat is daar misgelopen, voetbaltechnisch? Wat is daar niet goed aan? Xavi vindt hem niet goed genoeg. En Koeman ook niet. Ja. Dus Koeman vond hem inderdaad ook wel niet goed genoeg. Allee, dus hij is training is hem gewoon... Hij is misschien niet zo goed als dat ik denk dan. Waarschijnlijk niet, waarschijnlijk zal het toch... wij noemen Gavi en Pedri, waar ik echt zeker van ben, van de beste. Dat is... Dan heb je nog Busquets, Frenkie de Jong, die we soms vergeten. En dan heb je nog zo wat een fysiek beest als Nico, die er ook aan het doorkomen is. Ja, waar moeten die zitten, die Puig? Want dat is ook niet de man die er meer dan 10, 15 gaat maken. Dus op de 3 posities van voor, vergeet het. Hij is maar gewoon niet goed genoeg. Ik vind de finesse wel schoon aan hem. Ja, een prachtige voetballer. Victor Vázquez was ook een prachtige voetballer bij Barça B. Hij is 15 jaar, 20 jaar te laat geboren. Oké. Okay. Zelfs toen ook niet, in die ploeg toen ook niet. Maar dus kan Xavi wel goed zo'n mannen gewoon niet opstellen. Ja. Carlos Alenia, ken je hem nog? Alenia. Dat was ook, wauw, dat wordt een beste. Net niet. Cucurella. Net niet. Ja, Cucurella. Ja, dat doet nu wel goed, hè. Ja. Ja, zo hebben er vele. Niet iedereen is gemaakt om door te stromen naar de absolute topniveau. Van de ploeg nu, van al die jong gasten die we nu ook noemen, gaan er ook weer afvallen. Ja, hè? Ja. Het is niet gezegd dat een Nico of een Abde, maar Nico die gaan wel. Het niet, misschien niet halen. Hè? Ja, maar ja, echt. Maar we hebben Deolofeu gehad, Bojan Kirkic. Iago Falke. Allemaal mannen dat ik bijna op mijn lip wou tatoeëren. Ja. En die hebben het niet gehaald. Ik weet nog, hoe noemt het? Dus Kirkic en die andere Santos. Nee, de Mexicaanse jongen. Die... Ah ja, Dos Santos. Dos Santos, Jonathan. Toen met Ronaldinho waren dat zo de twee gasten die... Ja. Ay, dat wordt de nieuwe. Die gingen het maken. Dat was echt... Bonito, voor ik het weet, lag die Dos Santos daar ergens in. Stront zat in een limousine. Echt, of zo snel kan het gaan. Waarom ook weer dat beeld? Dat vond ik dan zo van... Allee, ik ging er bijna aan het truiken van kopen. Ik ook. Ah, wel, die voilà. Gast ligt daar zo pest uit en is op een straat in Londen. Ik er net een truitje van bestellen. Pest out in Londen. Jack Grealish-stijl gewoon. Ik heb Deulofeu ontmoet achter de kazerne in Mechelen. Toen dat hij daar met de Spaanse -19 kwam spelen tegen België -19. Was een wonderkind. En die scoorde daar. Toen was hij sowieso Hannes van der Brugge maakte de 1-1 en na de match heb ik zijn handtekening gescoord. Ja. Ik koop die over. Ja, en toen... en toen dacht ik, Deulofeu, dat ik wordt ook. De ik nieuwe man. Ik zat tegen iedereen te toeteren. En... De nieuwe Messi. Wij hebben geen Messi-dependentia, want Deulofeu staat al klaar, maar hij heeft een rot karakter. Het grappige is, Adama Traoré, die heeft wel die stap gezet, dat je denkt, hij komt nooit niet meer terug. En plots staat hij er wel en heeft hij wel toegevoegde waarde. Dat is niet toch raar. Dat is heel raar. Is dat niet het teken dat je nog niet voor de topprijzen gaat spelen, omdat hij nog een toegevoegde waarde heeft? Maar ja, die mag ik toch geen... de vraag niet. Die mag... nee. Dat hij niet goed genoeg hij is. Hij mag toch eigenlijk geen toegevoegde waarde hebben. Ah, omdat hij zo snel van waarde is. Ja. Dus het niveau is te laag. Ja, met Aubameyang en Traoré ga je toch niet de Champions League winnen? Nee, dat is waar. Maar met een collectief wel, hè. Dat is net de ombouw. Maar ja, daar zijn jullie gewoon beter in als ik. Nee, maar jij meent dat wel echt. Allee, want jij blijft ons hier als voetbalkenners bestempelen, maar nee, dat is ook maar onzin. Ik heb geen spel in. Traoré, dat is een beetje moneyball eigenlijk dat je speelt, denk ik. Hè? Dus dat je eigenlijk naar de kwaliteiten ziet. Denk een Traoré kan bij Barça op dat groot veld, ik zeg het maar, en alles, en hoe dat die spelen, misschien wel meer dan bij Wolves of zo, eigenlijk. Of sowieso. En op korte termijn altijd is hij een heel goede oplossing gebleken. Ja, ja. Sam, ik vond het wel Traoré is altijd gevaarlijk aan een bal. Er gebeurt altijd iets. Ik zou er niet graag tegenstaan. Nee. Ja, nu komen er allerlei analyses in de Spaanse media waarin dat ze dat zeggen. Hij trekt 2-3 man naar hem, want die dribbelvaardigheid, en dat is Xavi zijn bedoeling geweest. Hè? Sorry, maar ik heb een paar matchen gezien van Barcelona de laatste weken. Bijna al het gevaar is over rechts daar. Hè? Ja, dus. Klopt toch op de heat, man. Ja, ik snap, want Evert wou het ontkennen, maar... Hij doet het nu, maar Xavi zou toch veel liever hebben... Dat niet nodig was. Dat daar een wereldspeler stond die gewoon dat ook kan, maar ook nog de cijfers haalt. Traoré had 1 goal in de Premier League en 0 assists dit seizoen. Oké, maar die heeft zich heel snel geadapteerd. En is kind van het huis, spreekt Spaans. En hij heeft een minimumloon. En ik snap ook wel wat Robin zegt. Je wordt betaald heeft hij het in veel steroïde. Moeilijker in de Premier League, in de ploeg waar hij in zat, dan dat hij het bij Barcelona heeft. En wat die Moneyball klopt wel, denk ik. Ik denk dat ze wel naar zijn data gekeken hebben, dat hij een specifiek profiel heeft. Wat is Moneyball? Heeft. Dat is een film, Brad Pitt. Ja, een beetje het concept van gekijkt. Niet naar de specifieke kwaliteiten in, wat is die goed, wat blinkt die uit? En zo kun je eigenlijk een ploeg samenstellen, gewoon met data eigenlijk. Ja. En niet per se van, de scoutingsrapport, snap je, je kijkt echt naar wat hem goed kan en minder goed kan. En wat hem minder goed kan, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Daar komt het eigenlijk op. Ja, omdat dat wordt opgevangen door iets dat je anders oplost in je team. Ik was bijvoorbeeld een heel slechte kopper.
Ik, ja. Maar ja. Maar jij was heel snel, hè? Ja. Hij was de Adama Traoré van het Antwerpse amateurvoetbal. Ik was heel erg een Paul Gascoigne van het voetbal. Smeerde jij ook zo in met babyolie, gelijk Traoré? Nee. Maar eerlijk, hoe kan je zoveel spiermassa hebben? Hij zegt dat hij niet traint. Ik weet het. Hij zegt dat hem niet traint. Die heeft dat toch al redelijk altijd. Ja, niet trainen geloof ik niet. Als hij in La Masia, als die is echt vertrippeld, hè? Oh, sorry. Dat is niks, Vertrippeld, ja. Is ook niet heel goed. Ik heb een vraag van Ferdows, of ik heb het verkeerd opgeschreven, dat kan ook. Speelt hij volgend seizoen voor Barcelona? Traoré. Het is een huurconstructie, hè? Ik denk dat Robin een punt had. Ik denk dat dat een tijdsreiziger is voor ons. En hij heeft zich dankzij ons in de talage kunnen spelen. En die is weg, hè? Dit is geen een Xavi schone speler. Ik denk dat... Xavi voor... Maar, wel iemand die het niet erg vindt om 13e, 14e man te zijn. Bij die is zijn droom voor Barcelona. Dus maar die gaat geen ruzie maken op de bank. Zeker. Ik dacht dat de vraag was op het veld dan wel. Ja. Hè? Allee, blijft hij een basispion? Hij is nu gehuurd, kopen ze hem. Wat moet dat grapje kosten? Ja, niet zoveel, hè. Het zal waarschijnlijk weer verplicht zijn. Pedri heeft ons maar 5 miljoen gekost, hè. Met bonussen. Ja, 22 uiteindelijk. Nee. Ja, maar de aankoop... Zo doen we het in Spanje wel vaker. Kost maar een euro, maar over een jaar... Nee, maar dat is waar. We hebben het opgezocht, Evert. Ja, 15 miljoen was het. Met bonussen gaat dat wel fel dood. Maar ik denk niet... Alleen, met alle respect, Traoré zal nooit een vaste basisspeler worden bij Barcelona. Maar dat is ook niet zo erg, hè. Nee. Wij hebben echt... Ik vind dat wel erg, want hij is nu wel echt jullie reddende engel. En... Er wordt nu al, terwijl hij het nog altijd is, zo over hem gesproken. Ja, omdat ik verder kijk en ik denk dat Xabi, die gaat tiki-taka heruitvinden, dan denk ik dat hij daar niet in gaat passen. Dat is wat ik denk. Maar met liefde, natuurlijk, erkentelijk alles, maar ik denk dat dat gewoon een tussenoplossing is. Oké. Dus het antwoord is 50/50. En mocht niet weten, volgens mij de gouden balwinnaar, die er nu nog niet bij staat, Ansu Fati, gaat op die positie. Ja, komt hij nog terug. We zijn die zelfs vergeten. We hebben het op de triander. Dat is voor mij, Ansu Fati, dat is een onwaanzinnig talent, maar ik heb echt schrik dat dat al voorbij is. Dat lees je ook wel, hè. Man dat van de glas. De blessure te veel is al. Man van glas. Niet... Een te zware blessure. Een zware blessure. Echt een te zware blessure. Hoe mooi. Ja. Ja, en die moet het echt wel hebben van wat dat lichaam allemaal kon. Die had echt zoiets, dat lichaam erg, precies want alles. Dat was eigenlijk een waardige Messi-opvolger, wat een absurde uitspraak is, maar op zijn top was hij een heel hoopgevend. Hè? Absoluut. En Dembélé, dat irriteert mij, die is door Dortmund verkocht als een zeer blessuregevoelige. Wij hadden dat moeten weten. Hoeveel? 115 miljoen of 105 miljoen? Dat zijn we met onze ogen open. Hoeveel matchen heeft hem gespeeld? Nu heeft hem ons aan het lijntje gehouden en eigenlijk belogen. Maar niet weg willen gaan. En nu is Xabi slim genoeg, heeft zoiets... Hij heeft ons geneukt, maar we gaan hem toch opstellen, want we hebben hem nog. Ja. En nu speelt hij keigoed. Sorry. En wie gaat hij dan claimen als die top is? Paris Saint-Germain. Ja, natuurlijk. En gratis, hè. Dus en daar gaat hij kei slecht zijn, want dan gaat niemand die op zijn vinger stikken. Je weet dat nu al. Die gaat PlayStation. Iemand moet er aan Robin uitleggen dat je niet moet roepen in de micro. Sorry. Maar hij heeft wel een punt dat hij mag roepen. Hij is nu al kwaad op de toekomstige transfer op de benen. Maar ik volg hem. Dat gaat zo zijn. Maar dat is dus dat hij tot 4 uur 's nachts ligt te FIFA. Ja. Maar hoeveel matchjes kun je zo spelen op die PlayStation voor hij dat beu wordt, jongens? Die gast. Ja, maar ik denk niet dat hij gehinderd is door een enorme intelligentie of zo. Zoals dat wel vaker hindert, hè? Ja, bij mij is dat soms aan mijn tand. Wat dat Xavi wel heeft, denk ik. Xavi is een wonderkind. Die net niet slaapt. En dat is ook niet goed. Zo ziet hem er soms ook uit. Die is soms echt van die wallen, van die zakken, jong. Die kan er soms echt slecht uitzien. Maar zijn vrouw kan er soms heel goed uitzien. Trouwens, Robin, is dat het t-shirt van Ronaldinho? Achter u. Klopt. Nee, ongelooflijk, hè. Ik was eigenlijk eerst aandoen, maar ik leek echt heel hard op Winnie de Pooh. Dus dat heb ik toch wel niet al gedaan. Dat was echt geen zicht, dus dat zag ik hier achter. Kunnen het nog één... Ik heb het al... Maar ik vind dat nog het mooiste ever. Voor de mensen die niet weten waar het over gaat, onze Instagram-pagina, met podcast. Ik ben meer dan die man van die ene anekdote. 2 anekdotes. Ja. Maar hij behoort tot de inner circle van Ronaldinho. Ja, maar ik ben daar zo fucking jaloers op. Het is nog altijd het beste verhaal ooit verteld. Snap je? Ik had die gast moeten zijn in die lobby. Maar je had ook al...
Nee, weet wat het verste is? Dani Alves heeft mij ooit laten oversteken. Met een keivette Audi. Maar, die deed zo. Ik, dat is toch ook mijn al veel verhaal. Weet je, dat is erg, hè? Ik heb Arda Turan een keer lastiggevallen op een etentje van een selfie. Dat is echt? Mijn verhaal. En die heeft u niet neergeschoten? En De La Feu, ja. Die heeft toch iets met schieten gedaan? Ja, die was echt een goeie kreeft aan het eten. Dat weet ik nog wel. Hij was zo'n mooie speler bij Atletico. Zo mooi. Nee. Heeft bij ons... Zie, maar die Barca-fans zijn wel zo altijd adolaat voor voetballers. De meeste spelers mislukken dan bij ons. Zot, hè? Hoeveel mislukte transfers hebben we ook niet gehad. Nu is het echt heel duur allemaal. Maar hoeveel geld dat wij hebben weggegooid. Ik zag die Griezmann. Coutinho, alle transfers boven 100 miljoen zijn eigenlijk mislukt. Allemaal. Coutinho, allemaal. Griezmann, Dembele, allemaal boven de 100 miljoen. Neymar wordt u ontnomen. En je hebt 222 miljoen en uw fans zijn kwaad... En dan gaat hij kopen. Hè. En eerlijk, Coutinho, dat is een prachtige speler. Coutinho vond geen rare speler als ze die zouden halen. Nee, dat snapte maar nu niet. Speelt hij keigoed en niet bij ons. Zwaar. Jij werd ontnomen, werd je het niet mee eens over Neymar? Ja, als je 220 miljoen krijgt. Of wat was het? Ja, maar dat was een recordbedrag. Je pakt ook wel een project af. En je pakt een eer af. Ja, maar had hij echt willen blijven, dan had hij toch gewoon gebleven. Dus dat was toch ergens een teken dat hij zelf de grote ster wou zijn. Tuurlijk, en niet in de schaduw van Messi wou blijven. Voilà, ondanks dat het zogezegd vrienden zijn. Maar dat gaat ook gewoon over geld. Ja. Maar nu zitten ze daar terug samen en werkt het weer niet. Dus Neymar heeft Barça toch een beetje gekloot, vind ik. Want dat was onze nieuwe legende. Maar ja, ik ben ook blij dat ik er... Neymar, die is kapot. Die moet stoppen met shotten. Voilà. Die kan niet meer shotten. Maar toen dat één jaar bij Barça was... Dus zijn voet is toch echt... Die is toch niks... Die heeft zijn actie toch kwijt en zo. Tegen PSG, de 2-6... Die heeft één jaar dat was echt waanzinnig. Mensen denken dat iemand anders is. Dat was puur Neymar. Hè? Dat is Neymar. Alles dat is Neymar. En denk aan Neymar bij Santos. Dat is... Allee. Maar Ronaldinho had ook eigenlijk een korte levensduur. Hè? Ja. En ik denk dat we achteraf gaan moeten zeggen dat Neymar dat ook had. Hij heeft al zelfs een langere. Ja. Maar weet je wat het ergste is aan Neymar? Want ik had eigenlijk niet door hoe slecht dat hij eraan toe was, maar ik heb die documentaire gezien dat hem zelf heeft, waarin dat hem zichzelf ook wel uitlacht en zo. Maar dat is geen mens niet meer, dat is een product. Ja, dus dat is een soort vleespakket van aandelen dat geen eigen beslissing mag nemen. Maar wordt er gelachen, maar die moet met zijn pa dus spreken via een PowerPoint. Ja, ja. Die zijn pa zit hem iets uit te leggen in de PowerPoint. Hè. Dat is triest. Dus die kan niet meer spontaan. Dus we moeten ook wat medelijden hebben. Wij kunnen de pint gaan. Wij niet zijn medelijden, vrij. Maar het is wel zielig. Ja, ik vond het echt, het is eerlijk, echt zielig. Ik vond het zielig. Ja. En dan kunnen ze zeggen, ja, maar 4 miljoen, weet ik. Maar die mag geen jeans gaan. Allee, alles wordt voor hem door een comité doordacht en beslist. En ja, en maar dat, moeten dat die aandoen? Dat is toch waar dat een speler een aandelenpakket is. Maar dan moet die heeft ook meer dan 50 man die werkt voor zijn merk gewoon. Ja, als je als profvoetballer het gevoel hebt dat voetbal een bijzaak is, dat is gewoon nooit goed. Maar dan moet je toch gaan denken of dat je als Barça nog wel zo'n wereldspeler moet wilt. Moet niet terugkomen, hè. Zo een van die 3, 4, 5 grootste die dat allemaal hebben, hè. Dat is een MV, hè. Ja. Een Haaland toch ook. Je krijgt heel die entourage binnen. Ja, de papa, de mama, is toch de oma. Je kunt ook iets anders. Je kunt dat gevoel bij Mbappé ook niet. Alleen bij Haaland heb ik dat heel hard. Dat je heel die entourage er moet bijpakken. En die denken allemaal het hunnen. En het is toch een raar boeltje, die Haaland. Nee. Ik heb al een Haaland-moeheid. Ik ook, voilà. Maar daar kan Haaland niet aan doen. Maar het gespeculeren in de pers om kranten te verkopen, dat was lang geleden met Alexis Sanchez en Nio Marabia. Ook zomerslangen. Hij komt niet. Hij komt. Haaland ook. Waar gaat hem nu naartoe? We zullen het wel City. Zien. En de pa wil dit. En gisteren was PSG. En morgen is Cool Capelle. Allee. Alles kan met Haaland. Oké, maar wie komt er wel deze zomer? En hoeveel geld is er? Is er geld? Er moeten er nog een paar weg. En als die weggaan, is er wel geld. Ik wil graag namen van jullie Barcelona. Ik wil eindelijk van Umtiti af. Die spits van Leipzig, denk ik, of zoiets. Dat is zo'n alternatief. Ik heb zijn naam even kwijt. Daar zien ze ook naar. Ah, die dingen. Die van Barça komt. Ja, ik denk het wel, ja. Hoe heet hem nou weer? Die spelverdeler, die ook bij de Spaanse... Olmo, nee. Ja, Dani Olmo. Nee, het is nog een andere. Ik had dan gelezen een schaduwlijstje. Als Haaland niet komt, en dat was een van Leipzig en nog een paar... Eigenlijk redelijk obscure namen, eigenlijk. Categorie lager. Ja, waar je dan van hoopt. We hebben ook wat... Zuid-Amerikaanse parels al gaan scouten en daar is Barça wel goed in, vind ik. André Silva? Ja, dat denk ik wel. Ja, klopt. Ja, een deal. Ze kijken naar gratis mannen. Kessié lezen we overal. Ja. Mazraoui, Christensen.
Dat is allemaal, dat is allemaal dat goed, is maar dat is niet wat jij daar net aan teasen waard. Nee, nee, ik zal het gewoon zeggen. Ja, Benzema is, we komt. We zitten net nog net. Jawel. Dat is een broer dan. Benzema komt. Maar, hè, dat is ooit ben misgelopen, Zema, maar die was bij ons. Hè. Als dat de waarheid wordt... Ja. Nee, ik ga niks te zot zeggen. Nee, zeg het, nee, nee, zeg, zeg het. Nee, maar zeg het ook maar zot. Zeg het gewoon. Maar kom nooit, daar moet je geen zorgen over maken. Maar zeg wat je wilt. Het gaat niet gebeuren, punt. Maar zeg het. Nee, zeg het. Nee, nee, nee. Maar kom aan. Ja, nee, iets van ozel, iets van een tattoo of zo, maar ga ik echt niet doen. Zeg het. Maar een tattoo? Nee. Als Benzema, okay, als Benzema naar Anderlecht komt, dan zet ik een tattoo. Ja, naar voilà. Anderlecht, hoor. Kans is groter, man. Een tattoo op wie? Sam, op mij of op u? Maar Pedro... Ik zet hem op Evert, hè. Pedro heeft connecties, dus ik vertrouw het. Ik denk dat Benzema gaat komen, ja. En ik heb hem vaak zien spelen, want ik ben vaak naar klassicos gegaan. Dat is hoe Robin speelt, dat is een jachtluipaard. Oh. Dat is een enige speler van Real dat kan verdragen. Los van zijn privé-uitspattingen sta ik niet achter. Volgens mij moeten we opletten. Ze zijn me op zijn bakkes bezig. Ze proberen onze geloofwaardigheid volledig te ondermijnen. Benzema naar Barcelona. Ze proberen Miet van binnenuit kapot te maken. Ja, slim. Slim eigenlijk. Een paard van Troje binnengaat gewoon. Maar Robin gaat mij bekken. Ik weet dat. Nee, zeker niet. Jawel. Robin, kom. Ik snap praat je serieus. Ja, ja, dank je. Wesley ook niet. Je wou een spannende naam, Gitte me. Ja, maar dit had ik nooit verwacht. Nee, maar je natuurlijk. Onzin, maar... toch? Huh? Op wat baseert je dit? Ik had dan nog eerder Lukaku of zo verwacht dat je dat ging zeggen. Oh. Die is toch ongelukkig en die zit daar. Voetbal is een rare sport en dat ga je niet op een dag snappen. Weet je wat alles heel raar kan. Is? Dat wij, hé, wanneer was het Real Madrid Paris Saint-Germain? Hé, die vorige week dinsdag. Hebben we samen gekeken, woensdag. Sam. En ik denk dat jij hetzelfde gevoel had. Mogen we dat laten opzeggen? Ik wil zelfs het bericht laten zien. Nee, 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 dat moet ik niet doen. Hala Madrid stuurde P3 Elias. Nee, nee, mijn zoon had mijn gsm gepikt. Ja, 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 ja. En die heeft wat... Nee. Maar het is... het was mijn eerste keer in mijn leven en dat was zo raar. Supporteren ik echt voor Real Madrid. Ik ook. Ik heb... eerst in mijn bestaan... We hebben gsm'd van, kom aan PSG, wie gaat het PSG? Tuurlijk, tuurlijk. En dan, sorry Robin, ik ga toch... hij zo, ja, ik ook. Dat is mijn afkeer voor het de denkwijze van PSG. En de manier waarop is zo groot bij mij, dat ik zelfs heb gesupporterd voor Real. Die zijn er op 5 jaar in tijd in geslaagd om de meest gehate club ter wereld te worden. Ongelooflijk. Ja. Dat moet je kunnen. Zeg. Je koopt geen een trofee. Toen als ik las dat die... Nee, maar dat terwijl de club zelf en de fans ook zijn oké, okay, hè. Ja, dat was van oudsher een heel mooie club. Ja, een mooie club. En die fans, dat staat op stadion. Dat is groot, de club is mooi en de fans zijn fantastisch. Ja. Ronaldinho heeft er ook gespeeld. Ja. Dus ik bedoel, voor Barça. Ja, maar het gaat mij niet over het instituut PSG of de fans. Het gaat mij... Je weet FC wat, Qatar. Het gaat daarover. Dat is gewoon miljarden smijten. Ja, daar word ik gewoon slecht gezien van. Dan, en dat is erg voor PSG, het instituut zelf. Dat nieuwsbericht dat die voorzitter daar woedend in die catacomben is gegaan. En met de dood gaan bedreigen. Ja, maar dat maakt mij zo gelukkig. Ah ja, dat is een destructie. Dat is zo'n schatrijke mens, daardoor zo'n refje benadeeld wordt. Ja, ja. De kruidenier had toch. Opeens was dat ook mijn provinciaal voetbal of de voorzitter die zo daar binnen. Dat is Lambrechts. Van de machtigste mensen ter wereld. Die staat er aan te wenen in een hoekje. Maar je volgt mij toch, Sam? Het was toch fout? Eigenlijk. Ah, zo. Op Donnarumma. Ja, het was fout. En maar bij PSG zullen ze zeggen dat Barça de laatste 5-6 jaar eigenlijk hetzelfde heeft proberen doen. Ja. Die koopwoede van Barça was even groot, hè. Met niet mee die eens, miljoenen maar ik denk transfers. Ook dat PSG kan zeggen dat wij hebben geflirt met Verratti en dat doelde niet. Dus Barça heeft ook fouten gemaakt. Het gaat mij gewoon en de kindertransfers en dit en dat. Barça heeft Xavi het ook allemaal Simons. Gedaan, hè. Ja. Dus misschien, ja. Maar dat was heel, is heel wat doorgekomen. Gericht tegen Barça. Ja. Wat dan? Was toch, het is gewoon een vendetta. Ja, omdat wij Qatar Airways en Qatar Foundation hebben gedumpt. Dat is begonnen door Qatar als sponsor. PSG zal niet stoppen tot Barça helemaal kapot is. Hè. Voilà. Dat voelt je heel hard. Terwijl dat ze nu vandaag contacten hebben met Barça om Neymar. Dus ze hebben Neymar op de markt gezet. En dus Barça ook gecontacteerd. Dus ik denk dat wij ook wel naïef zijn. Het is business, hè? Ja, natuurlijk. Neymar heeft daar een contract tot 2026. Nee, 2025. Nee, die had dan nooit meer. Oké, maar ik onthoud Kessié en Benzema zijn dan de transfers voor deze zomer? Nee, ja. Christensen, Azpilicueta, die komen, denk ik. Al die gasten die aan de contract zijn, Spaans ja, kunnen kapitein, niet aan. Spaans kapitein, Azpilicueta. Bonusjager. Ja, nee, maar nog iets over Benzema dat jullie zo raar vinden.
Benzema doet het voor Real. Hij heeft niet de uitstraling van Ronaldo. Als je die nu wegkoopt, wat is Real dan nog? En je zet hem bij ons op de bank of in de nieuwe hotdogkraam. Dan is Real Mbappé. Ja. Die gaan blij zijn. Mbappé heb ik ook een moeheid al. Hè? Maar man, heb je die afgekeurde goal gezien, man? Die is niet normaal. Ja, die heeft wel, die is niet normaal. Ik weet niet of dat klopt wat ik ga zeggen, maar was dat een nieuwe beweging, ever? Ik heb dat wel nog niet veel gezien, zo'n met die nog, buitenkant dat doen alsof getrapt en erover. Ik heb nog niet veel matchen van een Jupater gezien. Nee, maar als je dat beweging, op de mid-mid-cup doet, jongen, eeuwig respect. Maar ook dan moeten we de ambulance bellen. Bestond die beweging al? Ik heb dat niet terug... vaak gezien, zeker niet. Vooral op snelheid. Op snelheid. Ja, maar het was zoiets... Ja, maar het was trappen en erover. Ja, dat was. Ja, het was waanzin. Toen we denken aan de eerste keer dat ik Ronaldinho... Dat is het pasje dat ik altijd doe. Binnen-buiten. Je scheurt je kruisband als je dat probeert op volle snelheid. Op snelheid, echt, hè? Ja, deed, ja, op volle snelheid. Ja, alleen dingen kon dat, hè. Danny Boffin. La Mobilette. La Mobilette. Die gaat trouwens ook naar Real deze zomer. Oké, okay. We moeten even afscheid nemen van de PlaySports-kijker, want we zijn al aan een uur. Echt? Het is gelukt. Oh. Het is gelukt. Dus de quiz valt misschien weg. Ik vind de quiz een beetje oneervol naar Robin en mij toe en Evert, omdat waarom wil hij ons testen op onze liefde? Je hebt ze vandaag mogen proeven. Ja. Niks van. Maar proeven van uw liefde klinkt zo verkeerd. Oké, okay, dat gaan we eruit knippen. Zeker niet. Goed, aan de PlaySports-kijkers, bedankt voor het kijken. Als je het een aangenaam gesprek vond, kunt verder luisteren op de podcastkanalen van Friends of Sports en verder kijken op het YouTube-kanaal van PlaySports. En dan zijn we er volgende week terug. Geen gast nog niet, maar we hebben volgende week wel al de beker van de Mid-Mid-Cup. Oh, die we mooi. Kunnen laten zien. Ik heb gehoord dat Benzema komt. Dat is ook een zware cliffhanger, want je gaat ervoor willen vechten. Gaat ervoor willen vechten. Goed. Aan de kijkers van PlaySports. Tot volgende week. Bye. Ik ga even naar het toilet ondertussen. Dat mag. Super. Waren we nog aan het lopen? We blijven doorlopen. Lopen. Oeh, wat gaan we doen? Wil je stoppen? Nee. Ik ga mee. Ja, dat moet je goed. Iedereen gaat plassen. Iedereen is naar het wc gegaan. Iedereen is klaar voor nog een uur. Gaat dat lukken, nog een uur? Zeker, ik wil niet naar huis. Nee, sorry, liefje als je mij hoort, maar... Je luistert niet. Ah, oké, okay. Voilà. Ik zit hier gewoon heel goed met kenners. Hoe jaloers zijn jullie op Evert zijn jogging, zijn training? Ik was stikjaloers, maar dan heb ik Evert er net zien plassen en hij heeft een string aan van Barça. En dat was ik echt super jaloers op, dat jij in je liefde zelfs tot string-level gaat. Oh, nee, echt. Ja. Je zat ook even ruim, die string, als dat trainingspak. Ja, voilà. Ik vind dat een goeie. Als Benzema naar Barcelona gaat, moet een Evert een hele uitzending in string zitten. Nee, dan moet je het journaal presenteren in string. Want dat doe ik elke dag. Nee, dat lost het op. Hij komt, hè. Hij komt. Die jij wel een behaarde benen en kont dat ik heb, dat wilde jij niet zien. Joh. Nieuwe kijkersvraag. Atarogus. Atarogus vraagt, wat vind je dat Barcelona met Frenkie de Jong moet doen? Want hij is, moeten we eerlijk zijn, eigenlijk goed bezig. Eindelijk is hij, voor mij is dat een Cruyffiaanse speler. Snap ik. En ik vind dat hij nu al... een kristallen standbeeld verdient naast van Kubala aan de inkom van het stadion. Wat? Ik denk dat ze die gaan verkopen. Denk het ook. Van Bayern voor 1,50 miljoen. Cash cow. Dat is te weinig. Nee, het gaat meer dat dan te niet. Weinig. Oh, maar zijn maat ging komen naar ons. De licht. Ja, dat wordt ook gezegd. Maar ik denk, Frenkie de Jong is een van de spelers waar denk ik ze van denken, die kunnen we wel missen en er kunnen we nog heel veel geld voor krijgen. Die is zo sierlijk. Hebben zijn goal gezien onlangs? Hoeveel meter was dat? Ik heb al tegen... Oh, tegen Napels? Ja. Ja, dus. Sorry, ik was er, hè. Ja. Waanzinnig goal. Was je daar? Ja. Sorry. Nee, maar ja, ik denk dat dat toch de speler is. Als ze willen verkopen nog voor geld, Depay gaat niet zoveel opbrengen niet meer, hè. Nee, maar denken ze niet dat Xabi verliefd is op Frenkie zijn stijl? Ja, maar misschien is hij de meest vervangbare van de spelers die kunnen opbrengen. Ik snap wel dat hij veel kan opbrengen, hè. Man United of Bayern. Ik denk dat er is ook veel frustratie. Ay, frustratie is een foute woord, maar ondanks een aantal fantastische matchen gespeeld, maar hij heeft nog niet echt gebracht wat je had gehoopt dat hij ging zijn of zo. En je voelt wel dat het erin zit, maar ik denk dat ze een beetje, voelt een beetje een soort ongeduld dat wel frustratie kan worden eigenlijk. En denkt dat zijn banden met Koeman, zijn vriendschap met Koeman, dat er tussen zit? Nee, het probleem is toch gewoon Busquets. Ja, Busquets zeker, maar. Ja. En ook de absolute
vrijheid die hij als speler nodig heeft. Frenkie de Jong is ook een die ballen kwam halen tussen de centrale verdedigers. Dit dat deed, naar rechts speelde, zelf 0-10 liep, hem terugkreeg. Nu hebben we het over Ajax. Ja, dat, bij Ajax was hij de baas tussen de verdediging en de nummer 10. De complete vrijheid. Dat is er bij Barça niet, want Piqué staat daar, Busquets staat daar en die zeggen gewoon van mijn erf. Ja. Gaat hij gewoon op je plaatsje staan en daar staat hem gewoon onwennig. Dat is niet zijn ding. Dus ik denk, zolang dat Busquets er is... denk ik niet dat hem ooit... Maar hoe lang ooit... gaat Busquets er nog staan? Dat is de vraag. Zelfs als hem weg is, is hem de zes in die ploeg ook niet, denk ik. Dus hij heeft langs twee kanten, denk ik, een probleem. Waarom dan niet? Ik zie in hem geen passeur. Hij loopt te veel met de bal. Ja, maar dat is wat hij deed bij Ajax. Hè? Ja, in plaats van te passen, liep hij hem in het middenveld. Hadden ze niet moeten pakken, denk ik, achteraf bekeken. Amai. Nu breekt men Frenkie de Jong. Maar ik vind dat een geniale speler. Ik vind dat een geniale speler, maar hij loopt te veel met de bal om op Busquets zijn plaats te gaan staan. Maar, het is wel een speler die je volgens mij heel makkelijk opdrachten kunt geven om te zeggen, nu wil een stop mee lopen. Maar ik denk dat daar net... Je voelt hem eigenlijk een beetje te veel in een keurslijf zitten bij Barça. Ja. Van, ik moet die rol hier aanpakken, ik weet eigenlijk niet hoe. En dan wordt hij wat anoniem of zo. Je wilt er een Iniesta van maken, maar kan hem dat? Nee, dat is dingen, hè, Gavi. Pedri is beter, Gavi is ook beter in die rol, denk ik. Maar ik denk wel dat dat klopt wat je zegt. Als je naar Haaland Mania gaat, gaan ze zotte dingen moeten doen. Dan is Frenkie misschien echt wel het slachtoffer. Want die gaat wel wat opbrengen. Hè? Je krijgt daar toch 80 miljoen voor dat in deze markt. Dat denk niet meer. Ik denk wel tussen de 70 en de 80. Ja, 80 ja, anders moet hem niet wegdoen, vind ik. Dan maar als je een speler koopt voor 80, moet iemand hem toch echt willen of zo? Als je hem zelf een beetje op de markt gaat zetten. Ik denk dat er wel een paar ploegen zijn. Dan vind je de Jong wel nog altijd heel graag willen. Die ligt wel goed, hè. Ja. En ook wel een klassevolle... Daarom vind ik hem Barça waardig. Altijd klassevol. Ja. Die valt niet uit zijn rol. Ik denk ook, alleen om eerlijk te zijn... Als jullie hem gaan wegdoen, dat hij meteen terug de Frenkie de Jong van Ajax ergens anders is. Zou goed kunnen. En dat je daar heel veel spijt van hebt. Welke ploeg zou die... Manu, Bayern? Ja, Bayern, bij Manu zou ik die nu niet zetten. Het is niet de speler die Manu veel... die stap hogerop gaat laten zetten. Dat ik denk dat niet. Wel, maar... Hij gaat de bal weghalen bij Maguire, dan moet hij dat al niet meer doen. En dan gewoon indribbelen. Ja. Of terug naar Ajax. Ja, maar dat dachten ze bij Barça ook, hè. Dan winnen ze misschien wel. Allee, moet dit niet op de man? Nee, maar... Zegt hij als een Barça-fan die echt wel diep nog altijd in de miserie zit. Nee, maar ik had het een beetje voorspeld, hè, Sam, dat Ajax niet ging winnen. Wij ook voor de match, hè, Robin. Ja, maar jullie hebben stieren... We hebben stierenkloten gegeten. En koningsballen. Maar leg dat eens uit. Wat zijn stierenkloten? Zijn dat echt kloten van een stier? Van de stier of zijn dat gewoon grote bouletten dat ze zo noemen? Nee, dat heb ik zo wijs gemaakt, dat gewoon grote bouletten waren. Dus jullie hebben stierkloten gegeten? Maar het zijn wel echt een beetje bouletten met gewoon een langere nasmaak. Maar eigenlijk ik heb er niet van gegeten, deze. Nee, dus dat weet ik nu pas. Daarom hebben we niet gewonnen. Nou, waarom hebben we dat gegeten? Voor in de sfeer te komen. Een beetje naar zo gekruide witte pensen, maar met een langere, zwaardere nasmaak. Gekruide witte pensen. En kunnen het met uw handen uitbeelden? Hoe groot is een stierenkloot? Een golfbal of zo zeker? Ja. Dat is een mensenkloot. Ja, oef, amai. Dan is het wel tijdse, Pedro. Het brengt dus ongeluk. Ja, ik vind dat gewoon vernederend voor dat beest eigenlijk. Als ik erover nadenk. Maar het was wel schuldig. Ja. Maar dat beest is al overleden, dus dan kun je toch alles opeten. Ja, maar dat is overleden om ooit door Robin Pront te worden besteld. Dat is eigenlijk erg, hè? In een of ander leemrestaurant. Maar goed. Wat met de paai? Afscheid en dank u, want je waart een strijder. Toen we weinig aanvallend vermogen hadden, heb je direct gesmeten en redelijk snel aangepast. Oké, okay, je klinkt er nog wel tevreden over. Ik ben relatief tevreden, omdat zijn inzet onberispelijk was. Bracht wat snelheid, wat massa, wat kracht. En hij heeft er een paar ingetrapt in een periode dat iedereen wegkeek van de club. Maar ik denk niet dat hij past in onze toekomst. Maar hij heeft zich toch gedragen. Ik vind hem niet goed genoeg. Nee, hij is niet goed genoeg. Maar dat wisten we toen dat hem kwam ook. Hè? Ja, ik had toch ergens de hoop dat hij ging doorgroeien. En waarom is hij niet goed genoeg? Want bij zowel PSV als Lyon was hij wel waanzinnig goed. Nee, niet waanzinnig goed. Bij Lyon zat hij toch ook vaak. Maar daar zegt het al. Maar wel op een niveau dat je denkt, oké, die kan een stap hoger. Oké, maar we gingen van MSM naar Braithwaite, Luc de Jong en Memphis. Echt, ik zag hem een paar weken geleden een penalty trappen. Manneke lief, snoeihard in de naak. Oh, de paai. Dus dat heeft hem. Dus? Ja.
Nee, die moet naar... Maar hij heeft zich toch... Tottenham of zo? Tottenham, ja. Zoiets, ja. Tottenham. En we krijgen daar best nog wel wat geld voor. Maar hij heeft zich toch goed ingezet voor ons, of niet? Vind jij dat een miskoop? Nee. Ah, voilà. Nee, dat ga ik niet zeggen. Aubameyang is ook maar gehuurd, hè. Maar dat vind ik echt... Ja, maar dat vind ik wel... Aubameyang was afgeschreven bij Arsenal. Ja, en zie nu... Hij was kapitein wel, hè. Dus met heel ik weet het, maar ik had het gevoel dat het voorbij was. En coronabesmetting. Die is toch gratis gekomen, hè? Die heeft toch getekend? En wacht op Ferran Torres. Nee, die heeft getekend. Ja. Maar voor een jaar of twee jaar of zoiets. Zeker. Ferran Torres is de lieveling van Luis Enrique. En dat is zijn schoonvader. Ja, daar heb ik nog wel een beetje van twijfels bij Ferran Torres. Ja. Ik weet dat, een beetje kieken zonder kop. Zo tegen Osasuna ook zo. Dan gaat hij zo... Roja... De goalshotten van Kever, zo echt zo in de tweede ring. Dat wil ik niet zien bij de sterren van Barca. Nee, dat is waar. En ik heb Guardiola qua talent scouting wel zo hoog inschatten dat ik het raar vind dat hij hem dan makkelijk laat gaan. Ja, maar... Als hij hem zo echt belangrijk zou zien in zijn elftal en hoe hij speelt, wat wij misschien ook wel terug willen, dan laat hij die toch niet gaan. Ja, maar hij kan ook niet maken, alle miljarden bijhouden. Ja, voor een nog betere speler dan. Haaland. Voilà. Ja, en dan heeft Robin gelijk dat Torres toch misschien niet dat niveau heeft. Ja, maar Haaland, dus Mbappé en Haaland zijn de enigste die dat niveau hebben. Ja, ik zit op een andere kloof. Ja, nee, de komende, ja, de komende okay, 10 jaar, ja. Ik wil heel hard geloven in het collectief. Jullie azen ze wel op de wereldspeler dat het gaat komen. Ja, we zeggen dat we dat missen. Maar daar komen één genie van voor, die met dribbles en goals terug iedereen verliefd kan maken op Barça. Ja. Toen Messi top was, waren jullie toch ook top? Jullie hebben hem toch gewoon te lang gehouden. Cristiano is vertrokken bij Real na 3 Champions Leagues, hè? Ja. 4 nu? Ja, maar ik bedoel 3 op rij. En zelfs op de finale, nadat ze met de medaille daar staat, zegt hem, morgen groot nieuws, ik ga eigenlijk weg. Ik ben in de viering om de club een kloot af te draaien ook. Hè. Ik vind dat ook grappig dat die Gerrit Beelder dan ook gewoon niet blijven zitten. Ja, maar die golft vooral. Hè. Echt, hè? Ronaldo is gekomen en gegaan in die Beel, die blijft daar gewoon echt, zitten. Echt, die zit daar nog. Hè. Dat is fantastisch. Maar ja, die Beel heeft toch ook al die Champions League mee gewonnen? Ja, tuurlijk. Ja, maar hij heeft ook wel een waanzinnig goal gemaakt. Ja. En dan de spurt. Tegen Jens Karius. Ja, en de spurt van Beel tegen Piqué is epic, hè. Ja, oké, maar Piqué die liep de pront er ook af, denk ik. Als ik hoor hoe snel dat hij was. Allee, Piqué is toch echt traag. Moet dat hier allemaal dichter? Ja. Zo traag is hij niet. Piqué? Nee, dat lijkt. Die laatste jaren zijn er toch... Ja, wat moeten we met Piqué doen? Piqué heeft de nationale team van Andorra opgekocht. Die heeft zo zijn bezigheden. En de ATP-tour. Ja, ook al, maar daar krijgt hem veel tegenwind. Zelfs van Nadal en zo. Huh? Maar Piqué, die... die heeft een Davis Cup helemaal veranderd. Ja, ze zijn daar niet zo gelukkig mee in tennis. Maar die aast al 10 jaar op het presidentschap. Dus dat weten dat hij de opvolger wordt van Laporta. En zie je dat in hem? Ik zie dat heel hard in hem. Allee, het is een Catalaan uit de marmer van de Pyreneeën gehouden. En hij heeft macht, hij heeft alles. En hij heeft het ook gedaan. Hè. Nu denken we, Nee. Allee. Hij heeft ook de familie, de juiste familie. Connecties. Ja. Dat is echt een machtige man. Ik denk dat hij machtiger is dan Laporta. Absoluut. Maar die wacht. Ik had gisteren echt een zielige gedachte. Oei. Ik dacht... Moet je dat vertellen hier? Ik vroeg me af hoe dat Shakira en Gerard Piqué dat deden met dat huwelijk. Want die moet toch veel in L.A. zijn? Dat moet niet gemakkelijk zijn voor die twee. En de kinderen wie van jou? Nee, inderdaad. Ik was zo, echt zo ver in mijn gedachten. En wat was uw conclusie? Ja, ik dacht, waarschijnlijk... Ik vroeg me af, gaat Piqué veel in L.A. zitten? Want die Shakira doet dan, hoe noemt dat? The Voice en zo daar en zo. Just. Dus dan, ik dacht echt, dat moet toch niet gemakkelijk zijn. Dus Robin is keert aan het monteren aan de Zillion. Maar is ook bezig met de kinderopvang van de kinderen Shakira. Maar, daar heeft hij misschien wel een punt. Ik inderdaad Piqué wel even zie, nog een paar jaar... In de galaxy? Of in de slipstream van zijn vrouw leven. Een paar jaar weg uit de Barça en dan terugkomen als de nieuwe paus. Dus niet meteen. Ik ben zo'n zieke fan dat ik ooit naar Argentinië ben gevlogen om in Rosario de speelveldjes van Messi te zien, maar ik ben ook naar Uruguay gegaan om naar de villa van Piqué en Shakira op het strand te gaan kijken. Echt erg. Maar dat is ver vliegen voor dat te zien, ze maat. Daar worden sommige mensen voor opgepakt, hè, voor zo'n... Nee, dat is een strand, dat is een bekend strand in Uruguay waar dat die villa's hebben en zij hebben er één waanzinnig. En ik ben daar een visje gaan eten met zicht op dat huis, omdat ik dacht dat dat mij dichter zou brengen bij de club.
Okay. Belachelijk, hè? Maar Uruguay is dan ergens het midden tussen LA en Spanje. Ja, mogelijks, maar die zitten daar... Allee, dat is, Want zij is ook niet vandaar? Nee, zij is Colombiaans. Ja? Ja, maar dat is zo'n rijke enclave in Zuid-Amerika. Okay. Ja. Dat is een hebbeding. Ja, dat staat op zo de map van... Allee, je kunt in LA naar de huizen van de... Mm-hmm. Ik hou wel van zo'n... Het is wel de Achilles hier. Je kunt dat in Antwerpen ook doen. Ik zal even het adres van Pedro zeggen, dan kunnen de mensen dat... Vastgoed Koning? Straat 23. Vastgoed Koning? Wie? Robin Pront? Ja, na de Zillion wel. Hij gaat het cinema redden, hè. Dat is dat. No pressure. Oké, wat heb ik hier nog? Komt het nog ooit goed met een Titi? Nee. Maar ik was vergeten dat wij die nog hadden. En die verdient godsgruwelijk veel geld, hè. Echt, hè. 15 miljoen per jaar. Echt veel, hè. Maar iedereen moet even die 15 miljoen inzinken. Ja, maar hij heeft wel ooit goed geweest, hè. Zeker, maar hij wereldkampioen zijn, ook. Ja, voilà. Daar heeft hem waarschijnlijk zijn lichaam kapot gemaakt, hè. Met dat WK absoluut te willen spelen. Maar bij Barça is dat toch echt één grote frustratie. Maar wie was dat voor hem op die plaats? Nee, ook een Afrikaanse speler. Dat zei, ik wist dat ik niet ging spelen. Maar Song, Alexander Song. Die geeft dat gewoon toe. Van, ik wist dat ik niet ging spelen, maar kom aan, Barca. Briljante beeld. Mooi, hè? Dat Xavi, denk ik, met de Champions League richting Erik Abidal stapte, die toen net hersteld was van leverkanker, denk ik. En die Song dacht dat dat naar hem was. En die Song stapt vooruit. Nee, Abidal naast u. Hè, maar het is ook omdat hij doet wel zo. Hij zoekt zo'n dingen. Het lijkt alsof een willekeurig iemand doet, maar hij zoekt wel dat wie pak ik? Ah, daar. Ik moet trouwens in mijn oortje zeggen, je moet iets meer in het midden gaan zitten. Ah, oké, dan mee. Wat vinden we van duo Garcia-Piqué? Ik laat het even aan de kennen. Ja, maar dat is de grote Achilleshiel en denk ik ook de Achilleshiel dus geweest. Haaland, ga naar achter kijken. Toen Messi nog echt wel goed was, we verloren wedstrijden omdat de verdediging niet goed genoeg was. En dat is niet opgelost, hè. Ja, maar volgend jaar is dat opgelost. Oké. Okay. Toch? Wel, Christensen... Wat de Rolofke, dat is wel een degelijke goede vriend. Degelijke? Zeker een degelijke, daar ben ik het mee eens. Beter dan Piqué. Ik geloof er wel in. Vind je die beter dan die Garcia bijvoorbeeld? Of beter dan die Araujo? Maar die Garcia is niet goed, maar die was ooit wel... De eerste periode bij City was hij eigenlijk... Maar die speelt met een helm, of die speelde ook even met een helm of zoiets. Wij hadden die Laporte moeten halen. Ik denk dat Tony Spaat toch? Terwijl City ging die Laporte halen, wij pakten die Garcia, maar dat andersom moeten zijn. Ja. Hè? Ja, en Alba op leeftijd, Piqué op leeftijd, Ter Stegen... Okay, wat vind je dan Ter Stegen? En Dest jamais de la vie een Barça-speler. Dus dat zijn toch al drie namen die ik opnoem die ik niet goed genoeg vind. Even een globaal... Kan dat nu? Is dat mijn gevoel? Of hadden vroeger wel gewoon een grotere laag van topspelers of zo? Zeker verdedigers. Ja, maar gewoon... Ja. Dat heb ik ook. Gewoon in het algemeen. Of ze geeft ze... wie heb je nu? Haaland en Mbappé, dat zijn zo de toppers. Maar daaronder zo... Wie zijn zo de vijf andere toptransfers? Ik kan die niet opnoemen. Terwijl vroeger hadden... Ze zijn minder... Panini-stickers, precies. Ja, ja. Denk, ja. Ja, ik weet maar dan bedoel je van de volgende generaties? Want ja, dat wel. Maar de generatie die er nu aankomt, ik weet zo niet goed van wie moet Barça kopen? Maar die hebben jullie al, hè. Daar hebben jullie er al veel van. Ja, je moet gokken op een jonge gast. Timber van Ajax. Ja. Ja, dat is wel een wereldtopper in spelen. Upamecano, iedereen. Maar in de aanval, hij is de sterren van morgen. Ja, ik snap wat je bedoelt. Je kunt zo niet tatata zeggen. Nee. En vanachter, als je zo Varane nu ziet zwemmen, ik vind dat ook raar. Dat is zo ene dat ik altijd van dacht, dat is een zekerheid als je die nu vangt. Als je gaat Varane moeten zien spelen zonder dat Ramos mee, dat was ook een ramp in Madrid al. Maar zo hard is hij wel niet aan het zwemmen. Nee, maar die maakt niet het verschil, weet je. Nee, maar het is moeilijker vandaar. Hè? Ja, maar ik zie bij Real Madrid, zag ik nu, Militao, die ik altijd niet goed genoeg vond, maar plots, ik vond die wel, secuur. Zo iemand hebben we nodig, iemand die onder de radar blijft, maar die bij ons doorbreekt. Je hebt wel veel spelers van tweede garnituur opgesomd, hè? Ja, de verdediging. Ik weet het. Dat is heel on-Barça's. Ja, maar de verdediging is altijd pijnpunt geweest. Ja. Als je nu ook zo'n Longley, daar kun je toch niks mee. Het goede aan Barcelona is, die proberen hun verdediging probleem op te lossen door de een betere naam te dat klopt. Wat dat wel altijd... ambitieus is, als wij de bal hebben zij hem niet. Hè? Dus wij gaan naar voor. Ik mis Victor Valdes. En Ter Stegen is beter. Secuur... Beter, ik mis onze tweede keeper, die is keigoed, die bij Galatasaray speelt. Peña. Ja?
Die was goed tegen Barca. Ja, toch? Dat speelde best van zijn leven. Ja, als Ter Stegen zijn een dag heeft, is hem toch in de top 5 van de wereld. Qua reflexen dan, ja. Allee, die doet saves. Maar ik mis de zotheid van Valdés. Hoe vaak dat hij aan ons... Wat doe ik? Maar het ging wel, hè. Die standaard kon, legend. Die kon zo... Dat is toch erg, hè. Erg is dat toch niet. Kijk hoe shotten, hè, die gast. Maar vind je dat erg dat hij dan bij standaard terecht? Ja, dat deed zeer aan mijn ogen. Ja, mij ook. Man, Sam. Wat? Dat is Victor Valdés. Ja, het is niet dat hij het moest doen. Die wou dat nog doen, hè. Is toch die had gokschulden. Denk je? Ja, ja, dat is... Allee, dat is een courante roddel in Catalonië. Gokschulden, hè. Maar die heeft ook superveel bagaar gemaakt in de jeugdacademie. Ja, ja, maar hij is trainer geweest. En speciale vogels. Het is, ja, maar leest... ik hield van zijn... Wij shotten met 11 man met hem. Dat maar vind ik zo ziet, schoon. Dat is waar. Hij zit ook... er nu nog altijd wel, hè, Valdés bij de jeugd. Hij was ontslagen, maar terug aangenomen. Ja, want Kluivert, hij had dan bras met Kluivert. Ja. De Kluivert is weggegaan en is Valdés. En hoe is het met Kluivert zijn zoon? Dat Justin. Ja, die is ook echt goed, hè. Speelt hij niet of zo zeker? Ja, hij speelt zelfs niet meer alles. Zou ik schoon vinden als hij dan toch naar ons komt? Die speelt zijn jongste zoon niet nog bij Barca. En die is zo super bekend met kinderkookboeken. Serieus? Ja. Shane? Shane, yes. Wauw, ik word hier... Super veel volgers op Instagram en die schrijft... Jij zit te veel op hun telefoon, ja, dat is waar. Shane Kluivers. Ja? Kluivert, Shane is, ja. Vader Kluivert, dan is toch ook een van die gasten geweest die het een beetje verprutst heeft in heel die organisatie bij Barca. Ah, ja, oké, ik dacht op het veld. Nee, op het veld. Ik heb daarvan gehoord van teammates van hem bij Ajax nog, die wat dronken waren. En die zeiden letterlijk dat die gast zoveel talent had, maar dat hij zelfs bij Barca halve finale Champions League de dag daarvoor in een discotheek zat. Patrick Kluivert. Ja. Dat kan ik me wel iets bij dat echt, als die er gewoon een bek heeft geleefd, dat we die bij Ronaldo zetten, hè. Bij een dikke, hè. Mag je dat over Hazard ook zeggen? Ik weet niet of Hazard zo'n uitgaan was. Nee, dat bedoel ik niet, maar er echt voor leven. Een Bourgondier. Ja. Ja, dat mocht je zeker zeggen. Zou hem dan... Ik vind dat wel mooi, dat was een klassieke Barça-transfer geweest. Maar Real heeft hem gepakt. Ja. Dat vind ik dan echt, wel. Met nog echt, 6 maanden op zijn contract. Nog 100 miljoen gelegd. Bam. Weten dat toch nooit niet meer zo goed wordt als het was. Net te oud, net te dit. Alles dingen, maar ze moesten een Cromo hebben. Hè. Ik vond dat toch mooi dat is bij Real gebeurde. Ja, ik ook. Oké. Algemeen vraagje, Kjell, we zullen misschien om de beurt doen, misschien even beginnen. Wie is de meest legendarische Barca-speler ooit voor u? Ja, voor mij persoonlijk blijft dat Stoichkov. Onberekenbaar, ook het moment dat ik verliefd ben geworden op die ploeg. Een beetje een geniale gek. Zotte dribbles, waanzinnige snelheid, linkse voet, scorend vermogen. Maar niet goed, niet goed genoeg bij verstand om dat op een langere periode vol te houden. Dus, ja. En neemt het nog altijd op voor de club, hè? Ja, hij blijft Barca-legend voor altijd. Tegen Real, dat is echt nog een strijder. Terwijl, we hebben die uitgeleend aan Parma. Ja. Dan is die terug moeten komen. Allee, dus die heeft niet de perfecte carrière gehad, verre van. Maar die heeft zo 1,5 jaar gehad dat iedereen daar verliefd op was. En heeft ooit in een bekerfinale ook een kopstoot gegeven aan de ref. Dan in de finale ook. Wel, dat is Stoichkov, dus voor mij is dat Stoichkov. Wauw. Oké. Okay. Ja. Je krijgt één wauw. Dat is ook mijn... Wauw, één wauw. Nee, dat is gewoon een smerige vraag, Sam. Ik heb ooit... De beste Barca... Het Mit filmpje dat ik wil maken voor YouTube is naar zijn huis rijden in Bulgarije en blijven aanbellen totdat hem de deur open doet. Ik wil die gewoon eens ontmoeten. Ik ga mee. Dat is zo de Barça-bus. Finding Risto. En volgens mij is dat iemand die open doet en die ons op de koffie ontvangt. Rust nog ver. Maar dat is oké. We hebben al een titel. Oké, we gaan stoppen. Maar Robin, dat is echt een goeie. Ja, een paar pinten, ja, man. Ja. Hey. Spijtig dat het gedaan is. Ja, oké. Okay, wat is voor u? Zijn een bijnaam was ook de Golden Dagger. Ja. Mooi. Straatvechter, ja. Hè? Ja, ik ken veel namen. Ik heb heel veel met Puyol eigenlijk. Dat is voor mij, omdat ik die echt mee heb zien opgroeien. Toen als rechtsback, denk ik, ooit begonnen, zeker van de Louis van Gaal. Absoluut. Echt een dribbel komt in de bal, echt als kiekens onder kop buiten stampte en zo. Ik dacht echt van, wat doet hij bij Barcelona? En eerst hij dan zo hard opgewerkt tot die rots in de branding. En ja, dat is wel... totaal geen Barca-speler, maar wel qua strijdlust en zo. Spelen met een gebroken schedel, tegen zijn eigen spelers zeggen niet vechten. Ja. Hè? Ja, zeker. Puyol is voor mij echt zo de gast waar ik geen enkel negatieve connotatie bij heb, eigenlijk. Snap ik. Ik denk dat niemand dat heeft. Dat is de grootste vijanden van Barca niet.
Nee, nee, absoluut. Hey, maar je vergeet Ronnie, hè? Nee, ik vergeet die niet, want dat zou het logisch... Ja, tuurlijk, Ronaldinho, ja, weet je, dat is, ik zal voor altijd aan... ja, toch? Ja, tuurlijk, maar ja, ik dacht, ik zal eens een antwoord geven. Dat ja, ik vind het wel een mooi antwoord. Ik vind het prachtig. En hij heeft als Catalaanse legend die epische goal gemaakt met Spanje, ook tegen Duitsland, waardoor hij toch door heel Spanje geliefd is. Tuurlijk. En dat is bijvoorbeeld bij Piqué nooit gelukt. Nee, maar Piqué... Puyol overstijgt heel dat. Ja, maar Piqué doet vaak uitspraken over het separatisme. Ja, en zo. Een... Puyol is een oer-Catalaan. Catalaans hebben niet qua naam, maar die is iets diplomatischer. Ja. En er is een super grappig filmpje van dat hij gaan padellen is en dat hij natuurlijk Puyol gaat door dat glas. Ja, dat glas. Ziek van bloed of zoiets. Zo typisch. Ja. Wat ik ook goed vind dan Puyol, dat zo ene met lange haar als een metalhead. Weet je, dat is zo iets anders dan al diezelfde voetballers. Ook waar. Dus dat en ook die kloeg nooit. Allee, dat is echt. Die zou een open hartoperatie kunnen ondergaan tijdens een match. Strijder gewoon. Ja. Oké, wie is het voor u? Voor mij is het Puyol. Nee, ik vind dat zo'n vraag dat mijn hart doet bloeden. En het eerste dat in mij opkwam was Romario. Ja. Oh ja. Omdat Romario voor mij een soort Picasso was aan de bal. Allee, ik moet nu wel zeggen dat ik een beetje aan het spieken ben. Mijn vader, zaliger, had het enorm voor Romario. Dus het is wel een ode aan mijn vader, met wie dat ik heel vaak keek. Robin zat er soms bij. Romario is wat miskend in het pantheon van spelers. Zwaar. Verdient hem het, maar ik ga toch Lionel Messi zeggen. No. Omdat... Maar jij zit hier net in het eerste uur ja, af te breken. Het. Nee, ik weet het, maar soms moeten we wel een voetbalgeheugen hebben. En ik heb hoeveel miljarden uren naar die bal gekeken in Barça-formatie. Ik riep altijd Leo, alsof het dan een huisgenoot was. En ik mis hem ergens. En ik denk dat hij onze mooiste voetbal van de afgelopen, ik weet niet, zeg maar. Mijn leven. En hij oversteeg Barça. En dat is Puyol en dingen uiteraard. Maar Messi heeft de grootste haters ook doen genieten. Ja, oké, okay, dat is waar. Dat is misschien het verschil met Romario en Stoichkov. En Ronaldinho. Die bleven wel... Nou, Ronaldinho is misschien... Nee, Ronaldinho ook. Ja. In een kortere periode wel, maar had dat ook wel... Dat je zelf als niet-Barcelona valt. Voilà. Of zelfs de hater wel. Zelfs de hater smolt omdat het zo schoon was. Zo'n boetade om te zeggen van er is niemand groter als de club, maar op een gegeven moment was Messi echt groter als de club. Alsjeblieft. Ik was voor mijn 18e verjaardag ticket gekregen voor de Clásico, waar Ronaldinho in Bernabeu die 2 golen maakt, nadat Eto'o de eerste maakt en dat iedereen recht staat en klapt. En witte zakdoeken van de Real supporters. Dus... Hij verdient nu ook een... Maar het is moeilijk kiezen, hè, maar... Ja, het is gekozen. Het is gekozen. Voilà. Dan maar als je zegt dat jij vroeger al met Robin keek, jullie kennen elkaar dan echt al super lang. Ja, best wel. En wij keken, nu is Robin door een periode van rouw gegaan met het Messi-verlies. En stilletjes aan komt hem terug in de mood, merk je. Dus ik laat hem ook wat rusten. Maar wij hebben veel, ook met mijn vader, in de zetel... Of ook typisch tijdens de match constant bellen en zo, om te zeggen wat je alle twee al hebt gezien. Redelijk raar, maar... Heel goed. Dat is passie, hè. Van hier lijkt ook je pet alsof dat van een fanclub is van Wiltura. Maar dat is ook... Ik zie... De Puyols. Ik zie alleen maar Tura staan op mijn pet. Ik heb er ook nog eens... Ja, Dennis Blackmagic. Geen vraag, wel een compliment. Robin Pront is een topper. Wat? Super. Voilà. Van Dennis Blackmagic. Dat is door je porno-snap. Waarvoor dank, Dennis. Wat is daar het geheim achter? Ja, ik maak filmen waar Dennis... Matthijs Gimelny Dennis Blackmagic speelt. Ik had een spannend verhaal verwacht. Dat jij ooit had gefigureerd in een van zijn films of zo. Ja, maar Robin was te groot. Is dat al dat je niet zo doet. Nee, maar... Ja, ik snap. Nee, maar Sanks zal het uitleggen. Oké. Okay. Vraag van Teun. Welke spelers van Barça starten nu in de basiself van Real Madrid? Wow, Classico-vraag. Ja, de eerste. Dus wie zijn de basisspelers? Ja. Wacht, hè. Ja. Basis? Het is logisch, hè. Nee? Moet ik u... De laatste opstelling van Real Madrid zeggen. Ja. Nou, ik heb ze nog tegen PSG. Ik heb ze. Tegen PSG? Real opstelling ga ik niet over nadenken. Courtois, Carvajal,
Militao, Alaba, Nacho, Valverde, Kroos, Modric, Asensio, Benzema en Vinicius. Ze zijn toch allemaal oude mannen buiten Vinicius, hè? Alba zou wel spelen, denk ik. Ja. Pedri, ja. We zijn nu al bij ons. Ja, Fede Valverde, die moet eruit, hè. Met alle respect, toffe gast en zo. Maar allee, dat is geen verschilmaker. Die mag er sowieso uit. Oké, okay, snap ik. In de goal ga ik toch voor Courtois, denk ik. Ja, snap ik. Ja, in de spits sowieso Benzema. Vinicius is ook in hoogvorm. Mm-hmm. Ik wil daar niet over nadenken. Nee, over dus het zijn er maar drie, denk dus, maar ik, dus, van Barca, ja, het zijn er dus drie komen. Van de elf dan, ja, ongeveer. Drie, ja. Het gaan er misschien vier zijn, maar het gaan er niet... Niet veel meer. Ja, maar het is ook niet zoveel procent... Ah ja, het dubbeltje gaat dan een beetje naar de andere kant, maar ook niet zo van, maar ja, die zou echt niet spelen. Het zou een rotatiesysteem zijn. Ja. Maar toch hebben jullie allemaal redelijk veel vertrouwen voor zondag. Ja, omdat hij al niet zo goed is. Nee, ja. Maar nee... Nee. Ze zijn wel zakelijk, toch? Ja, voilà, dat toch is het. Veel. Dat zakelijke. Maar dat is zakelijk om een titel te winnen. Ja. Ze mogen die hebben. Wij gaan dit seizoen wat oefenen in driehoekjes en zo. Nee, maar echt. Over hoe je de Klassico kunt degraderen tot training. Nee, maar ik zie dat wel gebeuren dat Barça wint. Ik weet dat gewoon. Als je zegt dat je volgend jaar alle prijzen gaat winnen, dan is zo gaan winnen nu op Bernabeu... De start. Maar kijk, toch, dan even, moet je dat nu wel gaan doen. Wij hebben bewijzen. Een psychologisch voordeel. Wij moeten dat niet winnen. Wij gaan naar daar. Wij zijn een ploeg. Maar zij opbouw. Ook niet, hè? Jawel, die moeten thuis winnen. Nou, die, okay, zijn, thuis, die worden uitgefloten thuis, hè? Maar die zijn niet goed bezig, hè? Real. Ja, maar ze staan, dat is geen sprankelend voetbal. Nee, oké. Real supporters willen toch meer, mag ik hopen? Ja, ik ben nu geen super Real supporter of zo, maar. In de strijd tussen Barça en Real heb ik wel een voorkeur voor Real. Ik vind het wel niet slecht, ook niet. Maar het is het zakelijke, het is houden niet, recht, hè? Sorry. Het is niet meer dan dat, maar... Nee, het is echt wel niet het Real dat wij... Allee, dat Real fans willen zien. Hè? Dat hakken is over de sloot, maar ze winnen wel. En dat winnen dempt de kritiek. Maar ik denk dat Real gewoon weet, het is nog een jaar wachten op Mbappé. We hebben een vorig jaar... Ja, maar... We zijn tot het verste gaan dat we ervoor kunnen gaan. PSG wou niet. Oké, dan moeten we een jaar op de blaren zitten. Naarin pakt je een titel. Zit je in de kwartfinale van de Champions League. Ik denk dat die daar wel content mee zijn, maar hij gaat normaal gezien, gaat hem wel echt komen. Hè? Maar ze komen wel op een moment dat Mbappé alleen niet genoeg gaat zijn. Hè? Dat weet ik niet. Ik denk gewoon dat we even naar Barça moeten kijken. Daar zitten jonge kerels die willen bewijzen dat ze dat embleem verdienen. En dat het verleden is. Die hebben een enorme honger om Real op te vreten. En ik denk dat dat de sleutel gaat zijn. Want ik hoor die opzomming van Real, dat is een seniorenploeg. Hè? Mm-hmm. Nee, dat is waar. Dat is zeker en waar. Met topspelers. Maar ik vind wel, als je dan ziet, Modric die de kleedkamer binnengaat, filmpje, hoeveel dat er wel nog altijd doet voor hem. Dat was wel, ja. Dat is het winnen dat in dat die ploeg, waar. In die DNA, in TNA van die ploeg echt wel zit. Hè? Ja, natuurlijk. Hoeveel keer hebben ze het gewonnen? Ze zeggen het ook, hè? Ja. Maar nu het over de Champions, hè? Ja. En ik vind het wel mooi dat we met heel veel klassico's gehad, met zo. Vies gedoe langs de lijn. En met Ancelotti en Xavi gaan dat klasse, hè? Helemaal niet hebben. En daar kijk ik ook al echt naar uit. Dat zijn zo twee heren. Ja, maar ik mis ook wel een beetje de Pepe. Allee, Pepe echt. Ja, puur voor het entertainment dan. Entertainment, ja, maar het voetbal ook, hè. Er was, ja. Die vechtpartijen met Mourinho. Ik mis een beetje dat de wereld stilstond toen als Klassico was. De burgeroorlogen die stoppen. Maar dat was omdat het de twee beste ploegen van de wereld waren. Ja. En dat is gewoon weg. Maar het was wel echt... Waar kijk je zondag? Ja, terwijl als je die nu die vraag stelt, gaat mensen wel antwoorden, wat is er zondag of zo? Ja, dat is waar. Dat is toch een groot verschil. Ja, het is die tijd ook wel. En ook qua managers en zo zat je... Ja, zo Mourinho tegen Guardiola, dat was heerlijk. Ja, dat was het beste van de wereld. Villanova zijn oog. Allee, ja, bon. De bus gaan van er moet terug meer gevochten worden. Het moet terug bikkelhard zijn. Nee, het moeten gewoon terug de twee beste ploegen ter wereld. Ja, dat is het gewoon. Dat is het. Het moet niet om vechten gaan, maar... Op scherp van de snee. En dat gaat het misschien niet zijn. Dat denk ik ook maar niet. Ik denk, hoe dat ik Barca heb zien spelen, dat wij echt... Als we het niet in de eerste minuten laten hangen, dat we echt wel eens met een manita naar huis gaan. Jongen, wat een laatste. Die is dat hier, jongen. Maar nee, dat jij echt... doet precies dat Barcelona echt de beste ploeg van de wereld is. Spelen 0-0 tegen Galatasaray. Zwijgt, jongen. Ik vind dat wel mooi. Ja, maar, weet je...
vraagt me terug als het 5-0 was. En als het geen 5-0 was, moeten we nooit meer vragen. 5-0 met 3 goals van Benzema. Ja. Nee, 0-5. Ik probeer het hier even. Maar als één al van die dingen uitkomt, ja, 0-5 gaan winnen op Bernabeu nu. Met Aubameyang in... Nadama Traoré. Komt dat nog terug, dat Barcelona en Real echt de fel gaan bovenuit steken boven de rest? Ik twijfel daar ook zeer stevig aan. Maar dat is zo erg. Ja. Dat is erg. Maar ja, dan, als je dat wilt, dan moet je wel voor een Super League zijn. Hè? 100% denk ik. Want het zijn twee wereldmerken, maar ze zitten gewoon in een markt die niet genoeg opbrengt om die wereldspelers allemaal terug bij elkaar te krijgen. Ja, en het zijn nu wereldmerken. Nog hoe langer het duurt, hoe minder het gaan wereldmerken zijn. Ja. En hoe minder Mbappé en Co. gaan willen komen, want die willen natuurlijk in de etalage spelen. Voilà. Je wilt het beste niveau, ja. Dat is de vraag. Hè? En dan denk ik wel, maar ik spreek me meteen tegen, het potentieel dat Barça nu heeft, is wel attractief voor Haaland. Om mee het gezicht van een nieuwe generatie te worden, met al dat potentieel. En dan vind ik het voor Mbappé riskanter. Om voor Real te kiezen. Hè? Ja, maar bij Haaland denk ik echt dat City wordt. Die heeft ook zo'n focus op de Premier League. Die dat zou ik echt niet. Ik weet volgens mij, die in Haaland... Warm land. Die denkt... van waar is dit? Denemarken of Noorwegen? Noorwegen. Ja. Die is daar opgegroeid in Oslo, in de fjorden. Ja. Die denkt, kom, ik kan eens in Barcelona wonen. Ik denk dat dat ook wel meespeelt bij zo'n gast. Niet in de regen van Manchester. Dat is... Maar zie ik Haaland wel doen eigenlijk, maar Mbappé niet. We gaan ze allebei hebben in Spanje volgend jaar. Ja, alle twee per Real waarschijnlijk. Nee, slot. Als dat gebeurt, amai. Want we zijn wel streng voor het oude Real, hè? Want ze hebben wel jonge spelers, hè? Zoals? Die Franse middenvelder daar, ze hebben die Camavinga was heel goed. Oké, heeft dan nog wat aanpassing nodig. Maar Vinicius ook heel Vinicius, goed. Rodrigo. Maar Vinicius is nog nooit heel lang goed geweest. Nee, dat is waar. Dit jaar. Maar als je daar dan nu een Mbappé bij kunt zetten, sapa, hè. Het is niet dat je... Stel voor dat je Vinicius, Haaland en een Mbappé. Dan zitten we... Ja, maar dan vertrekken wel, gewoon van aan de middenlijn, boom. Die lopen dat door die, dat stadion door. Real Madrid is Die is de main running voor Haaland, Real Madrid. Ja, absoluut. Ja, maar meen je dat nu? Dat die twee gaan kopen? Maar dan is het uitgespeeld toch? Dan is de liga klaar. Ja, voetbal gewoon in het algemeen. Dan weet dat er nooit zo loopt. Dan is dat de laatste strohalm van Perez om te bewijzen dat Real Madrid boven de Premier League staat. Voilà. Dat hij nog eens al het geld daarin pompt. We moeten eerlijk zijn toch? Alleen jullie dan? De laatste 5-6 jaar heeft Real toch veel beter die ploeg gemanaged? Ja, klopt. Veel beter. Nee, maar... En vooruitziend ook op een paar dingen. Fact. Corona natuurlijk niet, maar bepaalde... financiële... Meer eruit gehaald en nu ook meer potentieel om de juiste spelers te gaan halen. Ja, 100%. Nou, we hebben gewoon een paar voorzitters gehad. Echt bandieten, hè? Ja, we hebben gewoon schandalig beleid gevoerd. Bandieten en idioten. Zijn, dat is een slechte combinatie. Voetbal aan de top. We hebben alles verprutst. Ja. Met Laporta had dat nooit gebeurd, denk ik dan. Nee. Maar waarom is hij eigenlijk ooit weggegaan? Mocht dat niet meer? Dat is een goede vraag, maar die heeft ook wel... Ah nee, dat Sandro Rosé is in een bak gevlogen. Die heeft die verkiezingen verloren, zeker? Ja. Of verloren en Sandro Rosé is toch naar hem gekomen. Ja. En dat was de grote man van Nike, hè? Ja. Voilà, dat was een Nike-boy en die heeft met Neymar, denk ik, in de etalage Laporta kunnen wegspelen. Maar die zaten allebei bij Elefant Blauw in het begin. Ja. Dat is een soort epigoon. Want Neymar ging naar Real gaan, eigenlijk. Ja. Klopt. En Barcelona heeft nu nog altijd een deal met Santos, dat die een first look hebben bij hun speler. Ja. Het is echt een kut deal voor een ploeg eigenlijk, om te doen als Santos zijnde. Dat je zo één ploeg als eerste haalt naar je spelers. Nee. Het is, als ze naar Man United komt en die zeggen, we bieden voor dat manneke 10 miljoen, dan heeft Barcelona de optie om voor 10 miljoen, dan moet naar Barcelona. Voor verkooprecht. Ja. Ze mogen niet voor minder kopen. Hè, dus. Maar dan kunnen toch Barça wat nekken door te zeggen, wij geven 12. Nu moet Barça 12 geven. Ja, als Barça zegt nee, dan moet hem voor 12. Dan moet hem kopen. Oké. Ik vermoed het, Je weet hoe dat gaat tegenwoordig met die transfers. Dan, maar eigenlijk geeft Man United nog 25 miljoen via de neef van de vader van IJs. Of het gezicht van WK Qatar worden. Ja. Neymar, dat is ook transfersommen. Die fair play en zo. Sorry, Maar ja, die Zuid-Amerikaanse markt, jongen, die is zo rot als iets, denk ik. Van dat voetbal, daar wordt echt aan kinderhandel gedaan tot erg, en met. Barça en Real zijn daar voorloper in. Alle Portugese ploegen doen dat ook. Barça en Real Shakhtar, die doet ook.
Troje, Barça en Real, die willen de Vinicius en de Neymars van deze wereld daar gaan halen. De rest zit nog lager daaronder. Ja, maar is het schrijnend? Want wanneer 2 weken geleden Di Camargo, en dat was toch niet een schrijnend verhaal, is het ook op zijn 17 of zo naar België gekomen om het voetbalgeluk te zoeken. Dat wordt daar zo'n beetje als de way out, zeg maar. Ja, de oversteek. Ja? Die is hier alleen vertrokken zonder dat hij hier een club had. Maar heel de deals daar rond, dat kennen die mannen. Allee, daar zijn die voetballers niet mee bezig. Ja, maar je hebt ook geval, hoe noemt hem? Reis van de PSV of zo. Ja. Ja, heel triestig verhaal geworden eigenlijk. Ja. Drugsverhaal. Ja. Ja. Oké, ja. Hey, ik vermoed voor elk positief verhaal zo de negatief van mijn gasten uit er minder over. Wij hebben toch nog samen met Neymar bij die Douglas gepakt. Zit dat dan nog? Die rechtsbak. Jongen, die bij FC Empel de puur nog niet mee. Maar die moesten wij verplicht meepakken. Ja. Een paar matchen in de eerste ploeg. Die was zo slecht, jongen. Oh, en wij hadden ook zo'n spits. Die zijn naam eindigen op Ton, een Braziliaan. Nee, Wellington. Nee. Ja, zo, ik weet het niet. En Malcolm. Die hebben we ook gaan halen bij Bordeaux, weet je dat nog? Jongen, ook Braziliaans internationaal. Maar dat kunnen we aan veel ploegen zeggen, denk ik. Hè? Maar wel Barça op kop zijn. Ja. Maar Sam, het is tijd om af te sluiten. Pronostiekske. Ik zal beginnen. 1-1. Ah. Wat? Ik heb, dat is genoeg. Wacht, attractieve pronostiek. Een mooie 1-1. Een mooie 1-1. Ik heb 0-3 gezegd. Voor Barça. Wow. Ja. En alle drie de goals in de tweede helft. Eén wauw op de wauwmeter. Een wauw. Ja, nee, dat is fantastisch. Want Evert zegt daarnet, ik zeg 0-5. Oh, zot. En nu zeg jij 0-3 en dat is normaal. Dat is wat milder. Dat is normaal. Ja, maar dat is ook zot, hè. Maar tof. Dan ben ik benieuwd aan Robin. 1-2. Maar jongens, ja, niemand zeggen dat. We zijn believers, hè. Ik geloof ook wel soms dat wat wij nu kiezen, dat dat invloed gaat hebben. Nee, maar snap je? Nee. Als je iets paranormaal samen wilt, paranormaal, dan kan je dat misschien afdwingen. Invloed hebt. Maar wij vier hier, er zijn toch meer mensen met de Classico bezig dan wij vier? Ja, maar soms moet er niet willen geloven, Sam. En ja, ik geloof in de 1-1. Er hangt hier toch ook een bepaalde chemie, dus dat kan wel extra invloed hebben. Ja, ik denk wel dat wij... Maar jij zegt 0-5. Ik zeg 0-5, omdat ik eigenlijk 0-12 zou zeggen, maar als kenner kan ik dat niet maken. Hè. Nee, het moet maar eens een epische avond zijn dat alles klopt. Waarom? Jij denkt niet naar Madrid gaan winnen? Ik zie eerder Madrid winnen, maar ik denk dat Madrid tevreden gaat zijn met een 1-1. Die gaan toch nooit tevreden zijn met ons niet te vernederen? Oh, jawel, want ik geloof... Allee, ik denk 2 maanden geleden dat ze wel aan vernederen zouden denken, maar dat ze nu niet aan vernederen denken. We gaan een mooi match zien, dat weet ik zeker. Nou, ik vind dat moeilijk. Ik ga wel niet kijken, want ik zit in Londen met de Robin en we hebben wel wat anders te doen dan voetbal. Zijn zondag ook die fights? Wij komen zondag terug van Londen na de fights. Echt het beste dat wij niet naar die match gaan zien. Nee, we gaan... Dat knippen we wel. Nee, we gaan... Uw geloofwaardigheid als Milan. Nee. Ik wil je tijd toch niet meer naar die matchen zien, maar nog niet leuker Sam, doen. Wij zijn op tijd terug, hè. We komen zondagmorgen naar huis. Nee, toch? Ja. Zijn die fights zaterdag? Nee, zaterdag fight, ja. En wanneer is de volgende op zijn bakkes? Nu als je wilt. Nee, 4 april. Ja. 4 april. En dan met nieuwe info, want wij komen terug van een weekendje Londen. En waarschijnlijk gaan wij daar zelf ook in een vechtpartij verzeilen. Niet dat ik dat wil, maar dingen jij wilt dat wel. Nee, helemaal niet. De trouwe op zijn bakkesfonds weten agressie. Dat jij iets wilt. Maar ik wil wel eens heel graag in een conflict geraken, weten dat er een MMA-vechter naast mij staat, waar mensen niet van direct gaan weten dat er een MMA-vechter is. Dus jij gaat iets uitlokken daar. Nee, want onze MMA-vechter kan niet mee, want die moet vechten. Ik kan het zeggen. Dus wij gaan naar zo'n zotten dome. Wij gaan naar een zotten dome met allemaal vechtjassen en wij zijn daar onbeschermd. Maar dat zijn zo van die filmpjes op Twitter die viraal gaan, dat er plots zo een keigoed kung fu kan of zo. Wow. Ik denk altijd dat ik dat ben na 4 punten, maar dat is nog nooit gebleken. Maar nee, 4 april, we komen terug. En Jan Kwaaihagers. Q-bomb. Gaat zijn kamp vechten. Dus onze volgende op zijn bakkes. Ervoor gaan we terugblikken op zijn hopelijk gewonnen kamp. Oké, en als hij verliest, kan hij dan komen? Zijn er daar soms dan niet zo zwaar aan te komen, want wij zijn eerder geweest om te omringen met winnaars. Nee, Jan, als je dit hoort, wij geloven keihard in je. Sowieso. Ja. Gaat het dit horen? Ik denk het niet. Jawel. Ik vind hem een geweldige kerel. En misschien afsluitend, die heeft bloemkooloren. Weet je wat dat is, Sam? Ja, van de judo. Evert, jij weet dat ook? Ik weet ook dat het volgende gadget is dat bij de Humo gaat zijn. Ik zou dat wel willen. Humo, als je luistert, en dat doen ze.
Ja. Pedro had een geniaal idee de vorige keer. Zo bloemkool, dat je opklikt. Ja. En dan op café, zo een beetje fel doen en je oren laten zien, dan krijg je nooit slaag. Absoluut, want iedereen weet, iemand met bloemkooloren is een getrainde worstelaar. Daar moet je geen een ambras mee zoeken. Voilà. Dus wat ik nu al maanden doe, is s'avonds het kraakbeen uit mijn oren duwen om zelf bloemkooloren te hebben. Maar het is een traag proces. Harder duwen. Ja. Oké, toch nog een klein quizje. Nee, ik wist niet. Niet over Barcelona. Ik wist alleen als ik het weet. Voilà. Oké. Wie wordt over het algemeen gezien als de oprichter van Barcelona? Johan Gamper. 1 punt. Oeh, wie? Voor wie? Ja, jullie samen, hè? Nee, maar ik wist niet. Dat is een Zwitser. Elke vraag geantwoorden. Degradeerde Barcelona ooit uit de hoogste afdeling in Spanje? Nee. Ik wist niet, hè? Ja, denk ik. Nee. Nee? Oh. Maar je zegt gewoon tegenovergesteld. Welke Nederlander had enkele jaren het record in handen van buitenlander met de meeste wedstrijden voor Barcelona? Oh. Ondertussen geklopt, maar hij had het enkele jaren. Nederlander. Cocu. Johan Cruijff. Cruijff wordt gezegd, Cocu wordt gezegd. Baro en Zinde. Amai. Cocu is juist. Cocu, Filip. Bam. Wie was de eerste Ballon d'Or winnaar in het shirt van Barcelona? 3 opties. Stoikov, Suarez of Cruijff? De oude Suarez. Luis? Luis. Ja, de oude Luis Suarez. Hoeveel prijzen won Pep Guardiola als trainer van Barcelona tussen 2008 en 2012? 14, 17 of 20? Ah, ik dacht 16. Dus dan... Wat wil je? 14, 17, 17. 20. 20. 14 dan. 14 is juist. Shit, Evert heeft gewonnen. Ja. Wat? Ik kreeg die laatste cadeau. Hè? Heeft Cocu en de laatste. Ah ja, dat is Cocu is wel heel straf. Ja. Voilà. Dat je daar op komt. Ja, wow. Echt een mooie, typische Barcelona-speler. Philippe Cocu. Philippe Cocu. Ja, voilà. En goed, heren, merci. Yes. Dank je om ons te vragen. Voilà, tot nog eens binnen 6 maanden. Hè. Ja, ik kom heel graag. Ik luister ook naar jullie reguliere podcast. En ik vind dat jullie dat niet slecht doen. Zullen de Wesley ook nog eens uitnodigen? Ja het is tijd precies. Ja, vraag. Hij was jaloers dat ik ben gevraagd. Hè. Maar echt onder dat laagste brute stijl zit echt wel een verfijnde voetbalkenner. Bij Robin, hè. Maar ook een vraag die wij heel veel krijgen is, heb je het nummer van Amy Song? Ja. Oké, voilà, het antwoord is gegeven. 0497-4765... 1. Okay. Dit is echt zo de mooiste afsluiter van dit leem laatste half uur. Oké, kijk hoor. Evert, nog 10 afleveringen op PlaySports hierna. Ja. Ik kijk uit naar de jupaten ook. Ja, jongen. En de mataten ook, hè. Maar jij komt, hè. Ja, tuurlijk. Maar ik zou hoeveel spelers... Wacht even. Sorry. Hoeveel spelers heb ik nodig? Nee, maar inschrijven gaat niet meer. Ah, nee. Maar je kunt misschien wel meedoen met de jupaten. Of de Friends of Sports. Friends of Sports kan nog. Ja. En de mataten kunnen niet meer... Nee, volgend jaar. Ja, okay. Jij liked onze oproepvideo, maar je schrijft je niet in. En je doet alsof je van niks weet. Dat is ook waar. Jupaten! Ik heb duur gebluft dat hem dat gelijk. Maar goed. Aan de kijkers en luisteraars, tot volgende week. Bye.